Hallo kijkers van Shinesprite, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ga ik samen met Jordi van de Zapar Guys Mario Kart 64 doen. Dit is, ik denk, de enige main series Mario Kart die ik nog nooit heb gespeeld. Dus je rekent de handhelds niet mee? Jawel, die ook. Alleen de arcades. Dus je hebt Mario Super Circuit gedaan? Ja, dat is op de Advance, toch? Ja. Ja, die heb ik gedaan. Zo, wat doen we? 150 cc. Hoeveel? 150. Ja, dat zat ik ook te denken. We worden toch ingemaakt, maakt niet uit. Ik ben Luigi. Oké. Grootste reden waarom we dit eigenlijk doen is omdat meer de Chocolate Valley, als ik het goed heb, is uitgekomen voor MK... Chocolate Mountain, ja. Ja, Chocolate Mountain. Dat klopt. Oké, ik had geen superstart of zo. Dus die moet ik nog wel even achter zien te komen. Wow, dit is slippery. Holy shit. Hoe kan je driften of kan je niet driften in deze game? In drift is het niet in deze game. Oh. Oh, en fucking, dit was een net old school. Ah, oké, dit is echt heel heftig. Nou, zeg ik ook, wij worden gewoon ingemaakt, want ik kan het ook voor geen meter. Nou, wel gewoon leuk om een keer te spelen. Kan ik je ervan zeggen dat ik deze game ook ooit een keer gespeeld heb. Ja, ik heb lang je kan geleden... wel driften in deze game. Nou. Graag gedaan. Ja. Ik heb geen idee wat... Graag gedaan voor de desinformatie. Ja. Nee, ik had ooit met Harm heb ik letterlijk alle Mario Kart 8 games gedaan. Dus van NES naar SNES naar N64, et cetera. Nou ja, en dan merk je het verschil wel. Ja, dat geloof ik wel, ja. Oké, maar drift is wel heel anders dan normaal. Ja, je kan niet netjes opbouwen. Nee. Altijd als ik één game moet noemen waar ik kan zeggen dat ik vind dat ik echt skills heb, zeg maar. Dan noem ik altijd Mario Kart, zeg maar. Dat zijn altijd wel games waar ik echt wel goed in ben. Okay. Ja, dit is bij mij een beetje deze games heeft mij een beetje het rijtje van. Ik kan heel hinderlijk in zijn, maar je hoeft me niet te verwachten dat ik voorop rij. Nee, precies. Ik zou zeggen van kijk naar het beeld, ik ben een gigant aan het liegen, maar dit is meer dom geluk. Die items die zijn ook echt heel wonky. Deze is een heel wonky game is dit gewoon. Kutzooi. Mijn lievelings Mario Kart is denk ik nog steeds Double Dash. Ja, maar dat is voor mij ook. Double Dash is ook gewoon leuk, omdat je ook gewoon zegt van oké, Milan, jij gaat bij mij achterop. Let's go. Ja. Yeah. Of je kan zeggen, fuck it, Milan, jij en ik tegen elkaar. Mm-hmm. Dat is gewoon de enige Mario Kart die je gewoon op twee manieren kan spelen. Ja, op twee manieren duel kan spelen. Mm-hmm. Oh, ik kreeg 0 punten omdat ik vijfde ben geworden. Ja, het is geen 8, hè, waarin... Nee. Iedereen zwart punten kan krijgen. Oeh, deze ken ik ook, ja. Deze zit in Mario Kart Wii ook. Nee, en op zich met zulke dingen ben ik wel blij dat we fatsoenlijke NSO hebben. Moet me even helpen. Met Nintendo Switch Online. Oh, ik ga het niet iedere keer uitspreken, want dat is gewoon een mond. Dus daarom zeg ik vaak gewoon NSO. Ja, maar dan is dit ook gewoon leuk om te doen. Want ja, ik kan het ook al via EMU doen. En dan via plugin dat je het op die manier doet. Mm-hmm. Maar ja, dan weet je toch vaak van, ja oké, misschien gaat dan de agent niet goed. Of werkt de server niet helemaal top. Want je hebt Mario Party een paar keer gedaan met Sander, hè? Ja, werkte wel gewoon prima. Ja, dus en dat is daar, mooi, daar is het in de minigames wel echt heel belangrijk dat het goed werkt, zeg maar. Ja, dat je geen latency hebt van heb ik jou daar. Want dan is het ook gewoon niet meer leuk. Kut, die fopblokken, daar kan je gewoon bijna niet aan zien dat het fopblokken zijn. Bijna niet, gewoon niet. Ja, de vraagteken is op z'n kop. Ja. In de fopblokken. Daar wil ik heel eerlijk zijn, de tijd dat je dat ziet, ben je al te laat. Ja, precies.
In Double Dash worden ze rood, zeg maar. Dan zijn ze dan vallen ze ook meer op. En dan kan je, ook nog het argument geven van oké, misschien is dat iets te makkelijk. Ja. Of is dat iets te veel van het goede, maar... Ja, ze hebben later de full block ook niet meer gedaan. Nee. Maar het doet ook niks. Je kan wel bijna zeggen van dat een banaan niet zo heel veel doet. Maar een banaan is nog prima, omdat de banaan ook nog gegooid naar voren kan worden. Weet je wat grappig is? Wat ik me nu pas bedenk. Nou... Het heeft helemaal geen zin dat jij je scherm ook opneemt, want je hebt gewoon splitscreen. Ja. Dat zie ik nu pas. Nou, dan gebruik toch ik jouw geluid gewoon. Ja, ik heb gewoon ding ik zorg gewoon dat je ding apart hebt en dat is goed. Ja, te vroeg. Ja. Kom hier, Milan. Kom hier. Oh, deze... Ik ken wel alle banen, omdat ze allemaal een keer geremaked zijn. Ja, dat is op zich wel mooi als een franchise zo'n groot... zo'n groot verleden heeft. Mario Kart Generations lijkt me ook wel leuk. Ja, dat is ook heel gaaf. Alleen ik ben van met die Generations ben ik wel van mening dat moet bij elkaar worden gedaan. Ja, op zich, ja. Het maakt het gevoel wel beter, zeg maar. Ik snap wat ik bedoel. Precies, want kijk, op deze manier kan wel, maar als ik heel erg aan jou kan irriteren, dan kan ik jou niet bijvoorbeeld even porren. Nee, precies. Dus ja, dan is het gewoon wel iets leuks. Ik ook destijds met Harm, als ik gewoon een week bij hem heb, dat ik de hele Mario Kart gedaan. En dan kan je het ook gewoon op legit systems spelen. Ja, true. En dat is best wel gaaf. Ook al zou ik ook gewoon zeggen van, in hoever... Typisch. Hoe ver we eigenlijk nu al zijn met de Mario Kart 8 Deluxe courses. Ja. Dus die nieuwe booster pass die we hebben gekregen. Mm-hmm. Er is zometeen geen reden meer om terug te gaan. Nee, en dat is vind ik op zich ook wel niet per se erg. Alleen ja, Double Dash vind ik als enige nog echt de reden hebben om terug te gaan, zeg maar. Maar Double Dash is ook gewoon een compleet andere card game. Zeg maar, ja. Ook met die. Ook omdat ze van die special items hebben per personage die je bent. Ja. Ook iets wat heel gaaf is. Je kan met gewoon heel veel dingen zeggen van dat je misschien het dubbel dash idee die terughaalt. Oké, prima. Maar ik vind het trouwens irritant dat je geen items kan gebruiken als je gebliksemd bent. Ja. En ook een beetje raar als ik eerlijk ben. Nou ja, kijk maar even naar mij. Ik heb fucking ster. Ik kan hem niet gebruiken. Nu pas. Oh, hij heeft me ingehaald en ik rij over een banaan. Kutzooi. Net nog vierde. Ja. Dit is was mijn beste rondje tot nu toe. Zo, volgens mij waren dat al. Was dat meteen al één cup? Nee, dat was de derde. Oh nee, derde. Dat is een probleem wat ik wel met Mario Kart. Ik vergeet altijd de volgende je hebt gedaan. Maar ik vind Mario Kart 8 erg leuk hoor, die nieuwe, ook dat zijn nieuwe banen, alleen ik vind wel, ze hebben niet echt hun best gedaan. Met sommige ben ik het volledig met je eens, want... Ja, al die tourbanen zien er vet uit, alleen bijvoorbeeld die Coconut Mall, waar iedereen heel erg hyped over was, die is gewoon lelijk, als ik heel eerlijk ben. Ja, Coconut Mall is iets beter, als iets meer tijd in moeten stoppen. En ik ben half met je eens, tour ziet er hartstikke mooi uit, maar met... Ik vind wel, ze hadden die Tokyo iets beter kunnen maken. In hoeverre dan? Als je mij tegen had gezegd van dit is generic track nummer 37, had ik ook nog geloofd. Het voelt niet aan als Tokyo, terwijl Parijs echt aanvoelt als Parijs. Ja, er komt nu een Nederland baan, hè? Tenminste, die is er al in Tour. Dus misschien dat we die ook nog wel gaan krijgen. Ja, ik mis alleen de stapel aan op de grond gelegen fietsen. Ja, jongens, het blijft wel Amsterdam, hè? Ik heb hem nog niet gezien, namelijk. Ik heb de ding nog niet gezien, de tour. Dus ik heb de hele baan nog niet gezien. Maar is het een Amsterdam tour of een Nederland tour? Het is echt meer een Nederlands tour. Wel? Okay. Ja, Amsterdam zou ik veel mooier vinden, want je kan in principe gewoon zeggen van... Je maakt de track en je zorgt gewoon dat de track parallel is, zoals een parallelweg. En daartussen de gracht waar je tussendoor overheen kan jumpen iedere keer. Maar dat hebben ze niet gedaan. Nee. Nou, ik vraag dat meer omdat Tokio en al die andere banen wel allemaal gebaseerd zijn op steden.
Wauw, ik was zo hard gestunt. Ja, zo lang ook. Het. What the fuck. Ja, dat is wel iets anders, andere 150 cc, hè? Ja, ik heb ook gewoon het gevoel dat ik niet echt in controle ben, als je dan wat ik bedoel. Nee, klopt. Er zit ook controle in deze game. Ik heb wel echt zin in onze vakantie trouwens. Mhm, same. Gewoon aanklooien. Mm-hmm. En het is gewoon over minder dan een maand al, hè? Juni, toch? Dus dat is iets minder dan een maand. Ik bedoel, minder dan 2 maanden, wou ik zeggen. Ja. Sorry. Ja. Het is van, ja... Oeps. Nee, eerst maar nog op vakantie. Ja. Ja, dat is wanneer Mars op vakantie is, mij gewoon opnamevakantie. Ja. Want ik pomp in zo'n periode, kan ik makkelijk 40, 50 video's pompen. Nou, dat is op zich lekker. Alleen, als het is te zijn, is het gewoon moeilijk, want... Dat weet je waarschijnlijk ook wel. Als je commentate en je ouders zijn thuis, of je ouders lopen door het huis in, dat loopt toch altijd iets anders. Zeker, het is nu voor mij veel makkelijker om op te nemen, omdat ik hier niemand heb die... In de weg loopt, zeg maar. Als je dan precies. Dus ja, daar ben ik zelf nog even op aan het wachten, maar voor mij duurt het nog even iets langer. Oh. Nou, toch nog derde geworden met mijn discutabele vaardigheden. Een vis. Die duurt veel te lang, waarom kan je die niet overslaan? Ja, komt hij nog naar beneden of... Oké. Okay. Kijk, je zou denken, het is puur brons, het is niet brons, het is gewoon een luchtballon. Blijft veel slang in de lucht hangen. Ja, inderdaad. Gefeliciteerd. Hier had je nog niet echt iets dat je kon unlocken, toch, in deze... Nee. Dat vond ik zo vet aan de... Eigenlijk aan de hele GameCube-generatie. Dat was in Melee zo, of in Melee, ik weet niet hoe je dat zegt. Dat je al die characters moest... unlocken, zeg maar. En in Double Dash ook. Dat je al die... dat je gewoon 4 characters kon unlocken. En allemaal auto's. Ja, maar dat vond ik over het algemeen met de GameCube. Met unlocking is één ding. Maar ook dat ze heel veel meer moeite deden in hidden secrets. Of collect een paar dingen om verder mee te gaan. Goed. Want heb je ooit Twilight Princess of Wind Waker gespeeld? Wind Waker heb ik helemaal gespeeld en Twilight Princess heb ik deels gespeeld. Ja, oké. Okay. Maar als ik tegen jou zeg de Lightbugs van Twilight Princess, gaat er waarschijnlijk wel een belletje. Ja. Ja. Nou, hou dat nou even in het achterhoofd, dat je dingen moest verzamelen of dingen moest doen om te unlocken. Mm-hmm. En met Wind Waker al de mappen voor de Triforce Shards. Ja, oh ja, precies. In de GameCube was ik gigantisch fan van om alles te... Ja, unlockable te maken. Maar ik vond dat echt vet. Ik hou echt van unlockables, zeg maar. Ik vind het ook echt jammer dat je niet, net als in de Smash Bros. Op de GameCube, dat je bij de nieuwe Smash Bros. Eigenlijk heel veel karakters al krijgt, zeg maar. Dat je ze niet eerst moet verslaan voordat je ze kan gebruiken, zeg maar. Ja, je mist eigenlijk van, oké, hier heb je de 64 line-up. Oh, wil je de rest? Succes. Ja. Dat vond ik echt vet. De 64 line-up is gewoon te iconisch. Die kan je niet ontnemen van mensen. Nee, maar dan heb je alsnog gewoon genoeg characters waar je uit kan kiezen in het begin. Genoeg diversiteit. Maar ook gewoon nog heel veel unlockables. En ook moeilijk sommige, hè. Voor Mr. Game & Watch moet je met iedereen Classic hebben gedaan. Dat is gewoon fucking veel tijd dat je daarin moet stoppen. Mm-hmm. En voor Mewtwo moest je heel veel versus battles spelen. Ja. Nee, klopt. En dat maakt gewoon dingen unlock ook wel leuk. Kijk, voor mij... Ja. Tussen mij en dan is dat een discussie van... Ja, speel gewoon de game en maak het af. Of 100% alles. Voor mij moet echt... als je dingen doet, moet ook echt zin hebben als je de dingen voor unlockt. Ja, soms ben ik het met je eens. Maar ik vind het gewoon... Kijk, weet je... Shiny hunten, dat is alleen maar voor
de collectible van de shiny, zeg maar. Want nee, precies. Kijk, en als ik zelf ook was begonnen daarmee een paar jaar geleden, had ik misschien anders ingezeten. Ja. Maar voor nou zeggen shinies mij gewoon niks. Het is mooi als ik een keer eentje tegenkom, maar anders zeg ik zo van ja, mooi. Maar dat komt ook deels omdat ik niet echt shiny hunt op de oorspronkelijke hardware. Dus vaak voor mij is het ook gewoon zo van ja, jongens, het is mooi, maar het is toch een nep shiny. Ja, precies. Er zit nog geen slipstream in deze game, hè? Nee, dat is fucking irritant, want ik weet nu niet hoe de fuck kan die Mario dan opeens sneller zijn dan mij? Dat snap ik dan niet. Misschien waar haalt hij dan de snelheid vandaan? Overblijfsel van de mushroom? Ja, dat zou kunnen. Oh, ik haal je gewoon nog in, wat de fuck? Ja, ik werd een paar keer onderuit gehaald op vrachtwagens. In deze is het echt zoveel erger dan in MKX. MK8. Want daar is de weg ook gewoon... heb je gewoon een dubbele weg. Mm-hmm. Hier is het zo van, ja... hier moet je er maar tussendoor. Ja. Nou ja, je hebt zelf gemerkt, mooi driften kan je niet, dus het is gewoon gelukkig. Nee. Want je hebt net de ruimte daarvoor. Nee, maar als je voor mij zo moet vragen van, wat zijn mooie unlockables? Dat zijn zo voornamelijk dingen van, zoals cosmetic skins, bij wijze van spreken voor een character, die je kan gebruiken, of compleet nieuwe abilities die je kan doen. In Kingdom Hearts 2, als je een bepaalde stuk van de game hebt en je doet een bepaald iets, dan kan je een van de beste unieke forms unlocken waarmee jij gewoon wat extra abilities mee kan doen. Nou, dat is toch vet. Dus hetzelfde als ik moet altijd ook denken aan hoe je Luigi bijvoorbeeld unlockt in Smash Bros. Voor de GameCube. Dan moet je om hem te unlocken, moet je in Adventure Mode met Mario, moet je op een bepaalde tijd over de finish komen. Ja. En dan krijg je een extra cutscene dat Luigi ook komt, zeg maar. Ik vind dat fucking vet bedacht. Ja, maar dat vind ik ook leuk. Een van de laatste games die ik heb gespeeld is ook Neo The World Ends With You. Maar daarvoor moet je zoveel dingen doen om alles te unlocken. Dat is ik zo van, oké, wat krijg ik ervoor? Ja, ik krijg een secret ending. Oh. Oké, verder? Wat moet ik daarmee? Alleen een secret ending. Ja, oké, Lama. Daarbuiten vind ik het verschil tussen de cooldown die je krijgt per item echt heftig. Mm-hmm. Ja. Ik kan me deze baan wel herinneren. Die heeft ook al een keer ergens in gezeten. Ik denk in de Wii-versie. Oh. Nee, een goed voorbeeld van unlockables of dingen doen om dingen te krijgen is Dread. Met die update van... Oké, wil je deze spelen? Oké, speel is moeilijk. Oké, nu speel je Dread. Oké, nu kan je Dread op de hoogste difficulty spelen. Oké, en nu kan je eigenlijk letterlijk gewoon Samus Must Die mode spelen. Dus dat het gewoon langzaam opbouwen is. Ja. Nou, fuck Samus Must Die mode, want dat is gewoon één hit in mijn dood. Ja. Dan is het gewoon niet eens meer leuk, zeg maar. Nou ja, sommige mensen zien daar de challenge in. Ik ga nog te vaak dood bij normal. Ja, precies. Hadden ze maar Kirby wat moeilijkheidsgraden gegeven? Nou ja, Kirby heeft de laatste periode wel moeilijkheidsgraden gekregen, maar dat is dan voornamelijk in bonus dingen, zoals een Colosseum of zo. Ja, daar ga ik hem op. Ja, ik mis wel de snelheid. De snelheid van een lucky die oppakt. Ik moest gewoon finishen terwijl ik achter stond. Ja. Het is niet zo van, nummer 6 is over, fuck jou, genius. Dus er zijn een hoop quality of life updates geweest, zeg maar. Ja, ja. Dit komt ook uit de oertijd. Ja. Nee, hey, hier heb je Chocolate Mountain. Mm-hmm. Dan zie je ook zo meteen een verschil tussen deze en die MK8. En dat verschil ga je zien, hoor. Ja? Ja. Dit is wel hetzelfde. Dat was de god. Oh, die grot is veel groter. Ja. Hier is het echt meer een vallei. En zometeen waar... je kent nog wel dat er dingen op je kop vullen. Ja, ja die is ook het pad, is ook veel smaller. Oh ja, inderdaad. Want hier alleen kan de blokken je ook niet veel verder draaien. Maar als je flink doordraait met je bocht, dan spin je gewoon uit. Oh, ik vind die van... Als dit hem al is, vind ik hem van Mario Kart 8 wel beter, hoor.
Ja, het is ook, als je deze nooit eerder hebt gespeeld, dan kan ik heel goed begrijpen dat je van MK8 beter vindt. Ja. Soms kijken mensen gewoon naar dingen vanuit nostalgie, dus... Mm-hmm. Ik vind, voor mijn gevoel is deze ook veel korter. Zou kunnen. Ik mis echt, ik heb echt het gevoel alsof of alles zo frail is. Ja, is het ook. Ik ben Bowser. Ik zou op zich 6000 kilo moeten wegen. Oh, ja. Als papieren vliegtuig tegen mij aan was gevlogen, dan zou ik alsnog neerstorten. Ik stond net derde, nu sta ik achtste. Wat is dit? Ja. Dit voelt aan als 200 cc, hè? Ja. Nee, als het enige troost is, ik sta zesde. Nee. Dit is echt kut, dat heb jij gedaan. Ja, ik zat te wachten van, oké, misschien ben ik net op tijd, maar ik dacht van, laat maar. Ja, en dan is die bliksem af en dan moet je nog wachten voordat je je item kan gebruiken. Een seconde of drie. Precies. Waar word ik geraakt dan? Ik zag het niet eens. En met vijfde over de streep. En op zich, de rondetijd die we maken, zijn niet verkeerd. Niet per se, nee. Nou, we spelen natuurlijk ook wel meteen 150 cc, hè? Oh, wat? Ja. Dit noemen wij een quality of life improvement die iedereen ooit is vergeten. Als je niet hoog genoeg staat, word je er gewoon uit de cup gekikt. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, ja. Oh, je mag de course. Oh, okay. Ja, je mag gewoon de course gewoon opnieuw doen, maar... Het is überhaupt raar dat je gewoon niet door wordt gestuurd. Yeah. Ja, sorry, ik was iets later, dus ik heb je opgehouden. Ja, maar dit voelt ook meer aan als botsauto's dan... Ja, precies. Iets anders. Ik durf ook bijna niet te sturen, zeg maar. Ik doe heel lichtjes sturen. Ja, moet je ook in deze. Wow. Ik rolde gewoon naar achter. Okay. Kijk, dit noemen wij de illusie van controle, want dat hebben we niet. Nee. En ik leer je ook iets goeds. Als jij iets te ver naar links gaat waar je net hebt gereden... Ja, val je eraf. Maar Lucky Two pak je niet op. Dus je wordt gewoon terug naar het begin van de course gestuurd. Je moet maar gewoon terug rijden. Succes. Dus daarom sta ik nu achtste. Dat voorkomen? Ja. Hier, ik had gewoon een mushroom en nog kwam ik Wario niet voorbij. Ja, ik sta te ver achter. Ik ben bang dat ik het niet meer kan goedmaken. Doe, ik word zevende. Ik zit vast, maar ik weet niet waar. Je gaat me nog inhalen. Ah nee, dat net niet. Kijk eens even naar de afstand. Oh, final lap. Er is nog een lap. Oeps. Ja, er is nog een lap. Oh, dan had ik... Oeps. Nou ja. Oh, lekker voor je, Mario. Ja, als ik nog één extra blue shell kan krijgen hierna, dan kan ik nog een beetje bijkomen, maar... Ik... Zet er maar vraagtekens bij neer. Shit. Ja. De afgrond in. Toch weer achtste. Hoe kan... Dit is zo raar. Ik had een ster en twee mensen haalden mij in. Ja. Maar ja, vier dus wel genoeg om door te mogen, neem ik aan. Denk het wel. Toet toet. Doet. Hé, andersom tegenwoordig nog in. Kijk, daar rij je. Ja. Kom hier, Luigi. Ik ben altijd al zoveel mensen
Outlap, het is gewoon niet leuk meer. Heb ik 1 minuut 15. Ja, maar ik heb wel de snelste rondetijd zo gehad, maar ja. Oh ja, inderdaad. Holy shit, 39. Oké, worden we eruit gestuurd? Nee, nee, we kunnen gewoon door. Dit keer heb ik opgeleid dat jij een ster had. Ja. Want hier is het ding, als ik... jou moet ik niet al te veel hinderen, want als ik jou hinder, dan moeten we zo gewoon weer opnieuw. Ja, dan moeten we weer opnieuw. Ja. Oké, ik krijg nu gewoon zin om alle andere Mario Kart nog een keer te spelen, omdat ik die ook heel weinig heb gespeeld, zeg maar. Of niet heel weinig, maar wel heel lang geleden. En dat al die courses die niet in Mario Kart 8 zitten, dat ik die echt nog een keer wil spelen. Ja. Dat heb ik nou verneukt. Ja. Ja. Zeer verneukt. Ja, maar dat heb ik zelf met heel veel games. Als ik soms gewoon games aanraak, heb ik ook gewoon zin om de oude games te bezoeken. Daarom ben ik ook altijd de voorstander als ik... Nou ja, het iconische voorbeeld Pokémon Generations doe. Dan wil ik niet beginnen met de Gen 3 remake van Gen 1. Dan is het gewoon echt beginnen met Gen 1. Ja, maar met Pokémon heb ik dat persoonlijk. Dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk anders. Maar ik heb persoonlijk wel met Pokémon. Ik kan Blue en Red kan ik gewoon echt niet spelen. Ik vind het lelijk. Alles werkt echt heel slecht en zo. Met je bag die na 2 items vol is. Nee, dat is niet waar. 3. 2,5. Oké, alsnog derde. Echt zonde, ik had gewoon 29, 2 keer. Mijn tweede ronde was gewoon slecht. Oh, dat was hem. Ja, dat was hem, ja. Ik zit wat dom bij te kijken van... Ja, oké. Okay. Hartstikke mooi, jongens. Jij was toen nog in beeld. Ik was niet eens in beeld. Mm-hmm. Ze hebben gewoon de ding van Mario 64 hierin geplakt. Ja, precies. What the fuck, deze cutscene. Oh, wat? Komt ie aan. Wat slecht. Place 5th, weet je wat? Doe ik mij. Dan vind ik 4e nog steeds erger. Omdat je dan... Oh, we zijn niet met z'n drieën. Ja, want met 5th kan je zeggen van... Oké, je greep er nog gewoon flink naast. Met 4e kan je gewoon zeggen van... Hey, ik heb helemaal geen baan gekozen. Oh, dat komt zo pas. Zo pas. Star Cup. Sterretjes? Oh, deze. Heel veel mensen willen deze geremaked, maar ik hoef deze helemaal niet geremaked. Nee, op zich. Jij staat ook elke keer goed. Ik sta altijd achter iedereen. Nou ja, net stond ik achter jou, was ik jou aan het duwen, dus. Yippie. Zo. Nee, er zijn nog genoeg dingen waarvan ik ooit nog een keer een volledige Generations wil doen. Ja? Maar gewoon om te kijken van... nou ja, sowieso staat met Nando staat Kingdom Hearts op de planning. Ja. Om gewoon te kijken van hoe het begint en hoe het is geëindigd. Ook met, toevallig genoeg, dan met die nieuwe release van laatst, die nieuwe announcement. Mm-hmm. Ja, want maar Kingdom Hearts 4 komt dan. Ja. Maar tussen 2 en 3 heeft heel lang gezeten, toch? 13 jaar. Wat? En nu is 3 toch pas een jaar uit? 3 is volgens mij nu net 2 jaar uit. Oh, 2 jaar al. Oké. Dus ja. Maar ja, het was ook niet van, oké, tussen 2 en 3 zaten geen games. Dus in 2 en 3 zaten volgens mij een goede 5 à 6 games met heel veel
remastered versies en collecties die tussendoor uitkwamen. Okay. Dus het was ook niet van, oké, er kwam helemaal niks uit. Nee, maar ik vind het wel bijzonder dat ze dan zo snel na deze dan wel echt een nieuwe game maken, zeg maar. Maar 3 was toch ook best wel slecht bevallen, of niet? Tenminste, voor de story sowieso. Oké. Laat ik het zo zeggen, van, denk je in dat in Epcot en Order of the Phoenix Voldemort werd verslagen? Ja. En ze 6 en 7 gewoon gebruiken om een nieuwe villain te introduceren die blijkbaar moeilijker en gevaarlijker zou zijn geweest. Oh ja. Yeah. Zonder build-up en zonder vragen en zonder antwoorden. Oh ja. Ja, dat zou wel raar zijn, ja. Ja. Dat is best wel fijn aan jou. Aan jou kan ik gewoon Harry Potter metafoor erbij pakken. Ik snap dit. Dan snap ik het al snel, ja. Hey! Daar kan ik niks aan doen. Was om me heen. God, van nu sta ik 7e. Dus dat was een beetje het probleem met die. En daarnaast, de combat was een beetje oneerlijk, laat ik het zo maar zeggen. De combat? Ja, Was je te sterk? Ja, ik zou zeggen van, hier heb je de controle, Milan. Blijf maar gewoon drukken totdat je iets, een pop-up ziet. En dan is zo'n pop-up zo'n screen nuke. Dat is wat ik, hoe ik altijd combat games speel. Ja, precies. Maar dan, gewoon mesje. Maar als je dan twee erbij zou pakken waar alles gewoon gebalanceerd is. Dus niks is veel sterker dan de ander. Ja, dan dus, is het echt gewoon waar ben je goed mee dan of zo zeg. Precies, dan kan je gewoon zeggen oké, puur magie. Puur gewoon dingen slaan met een lode pijp. Die dingen. En dat was in 3 was het gewoon niet zo van, ja nee sorry, magic verslaat alles. Nou. En dat vonden mensen gewoon niks. Elsa zat ook in de game toch? Ja, ze hebben letterlijk heel Let It Go gewoon geremaked. Wat? Ze hebben gewoon heel Let It Go geremaked in die engine. Oké. Dus dat was op zich wel geinig. Deze baan is lang zeg, holy shit. Hij is lang, maar hij voelt niet lang aan. No. Dat is vaak een beetje het ding. Wario Colosseum van Double Dash is korter dan deze, maar die heeft maar 2 rondes. Ja. Wario Colosseum is mijn favoriete baan. Die moeten ze echt terugbrengen in de DLC's. Ja. Zeker. Andere dingen zijn er. Pokémon sowieso nog een keer. Om het gewoon een keer goed af te sluiten. Want het oorspronkelijke idee was om met 4 mensen een keer af te maken. Maar tot nu toe is het een keer gelukt met Harm. En een keer gelukt met Harm en Nando. En nu moet een keer gelukt worden met Harm, Nando en jou. Ja, dat zou leuk zijn. En dan is het oorspronkelijke idee ook klaar met 4 personen. Mm-hmm. Nou ja, Zelda staat nog een keer op de planning. Als we ooit een keer tot 2 keer geven op de Switch. Maar Milan Nostradamus Turkbol. Gunt het ons gewoon niet? Ja, ik gun het jullie wel, maar ik denk gewoon niet dat het gaat gebeuren. Dus dat? Nou ja, het beetje hetzelfde idee met Zelda, ook Metroid, maar Metroid willen ze ook gewoon niet uitbrengen. Maar ja, dan kan je op zich ook nog 2D-versies doen, want de 2D-versies zijn ze wat allemaal nu op online. En er is een einde in zich met het verhaal. Nu met Dread. Ja, oké. Maar ze blijven toch wel gewoon pompen, denk ik. Nee. Metroid Dread was de laatste 2D Metroid game. Oh. Hoe kan ik nou stilstaan? Hoe kan dat? Nou, kan je niet botsen of zo in deze game? Ik kan botsen, maar niet in deze. Op dit stuk, want ijs glijdt. Ja. En dat merk je. Nee, maar ik botste en toen kreeg ik zeg maar net alsof ik over een banaan heen reed. Deze vond ik trouwens ook heel vet. Deze is op de Wii ook. Vind ik een leuke baan. Ja. Nee, en er is ooit nog een keer, maar dat is dan niet echt als race of wat dan ook bedoeld, maar meer gewoon voor mij dat ik even een keer alle Final Fantasy's gewoon vanaf het begin af aan doorspeel. Dat zijn veel games. Dat zijn inderdaad veel games. Er was ooit een grap. Maar hoe doe je dat met die online games dan? Oh, die skip ik gewoon. Okay. Die zijn niet te kennen, dat is op zich het mooiste aan de Final Fantasy games. Nee, er was ooit een grap met alle eerste generations. Wie won, mocht de volgende generations bepalen. Ja. Harm had 2D Zelda. Destijds Bart had volgens mij Donkey Kong Country. Yeah. Dus 1, 2, 3 en 64.
En Bram had het slimme idee. Alle Final Fantasy's racen. Gelukkig dus, heeft hij niet gewonnen. Iedereen zat zo van, oké, maakt niet uit wat er gebeurt. Bram moet niet winnen. Nee. Ja, volgens mij had ik... of ik had gewoon wat random games tussendoor. Of ik had 3D Zelda. Volgens mij was het... Nee, niet 3D Zelda, of was Mario. Een van die twee. Maar voor mij was het denk ik Mario geworden met 3D Mario. Dus die hebben we dus een paar jaar geleden... Wat? Ik ben gewoon gestund voor een halve minuut. Ja, what the fuck is dit? Wil je hem afschieten of wil je hem op mij afschieten? Oké. Deze moeten we opnieuw doen, denk ik. Ja, dit is een drama. De mechanics in deze game zijn wel slecht. Moet ik wel eerlijk zeggen. Maar dit was de eerste Mario Kart, of niet? Allereerste Mario Kart? Nee, de allereerste was... voor mij was het of NES of SNES. Is daar een Mario Kart op? Ja. Oh ja, want er zijn ook retro banen. Speelt voor geen meter, maar die zijn er wel. Vijf en zes, dus we kunnen wel door, denk ik. Waarschijnlijk. Nee! Toch top 4. Er moet één van ons top 4 worden dan. Ja. Interessant. Ah ja, en laatst is natuurlijk Donkey Kong Country gewoon een keer doen met mensen. Dus 1, 2 en 1, 2 en 3. No, want 64 doet niemand aan. Nee, is het een kut game? Nee, het is geen kut game, maar... kijk, hoe kan ik dit het beste uitleggen? Is het net als met Banjo-Kazooie en... Je kan het vergelijken met Banjo-Kazooie. En Mario 64. Ja, heel veel collectibles, maar hele overdreven collectibles. Dus je hebt 5 characters. Ja. Met allemaal hun eigen collectibles. Okay. Dus DK heeft gele bananen, kan gele bananen munten oppakken, gele bananen. Maar kan geen rode bananen of rode bananen munten oppakken. Okay. En kan dan ook niet bepaalde sloten waarvoor hij een pistool nodig heeft. Ja, in DK 64 heeft iedereen een pistool. Okay. Dus die moet je alleen unlocken met hem. Dan heeft iedereen zo zijn eigen unieke vaardigheden die gebruikt kunnen worden voor bepaalde punten. Dus, laat ik zo zeggen, je moet ieder level moet je 5 keer doorspelen met alle 50 characters om de game langzaam zeker te completen. Ja, daar zit gewoon heel veel tijd in. Ja, kan op zich niet kwaad op zich. Maar het ding er is... zijn wel in meerdere games waar je zeg maar met andere poppetjes terug moet omdat je sommige dingen nog niet kan doen omdat je de juiste poppetje niet hebt, zeg maar. Nee, dat vind klopt. Ik altijd wel leuk. Dat is bij Lego Harry Potter bijvoorbeeld ook zo. Heb je nooit gespeeld? Ik heb Lego Harry Potter gespeeld. Ik heb dat gelukkig. Game. Ik heb 10 minuten gespeeld en ik was toen zat met Harms van ja, we staan een beetje op een raar punt. Klopt. Oké. Dus ik heb wel gespeeld, maar het kan natuurlijk zijn dat het voor mij niet helemaal op een correct punt was dat ik speelde. Oké. Want je speelde niet vanaf het begin. Precies. Ah ja, dus dan leer je ook niet de mechanics en zo, zeg. Nee, klopt. Shit. Ik stond derde, maar ik knalde precies tegen zo'n pinguïn aan. Dus ja. Oh ja, de laatste is Spyro. Oh, ja. 1, 2 en 3. Nou ja, en dat is gewoon peak 3D platformers. Shit, net vijfde. Ah. Oh. Very sad. Oh, ja. Dat merk ik wel nu ik gewoon niet echt naast hoef te studeren. Je hebt gewoon tijd om gewoon lange games gewoon door te spelen. Ja. Nou, ik heb eindelijk weer drie soort van nieuwe series lopen. Echt, ik haat deze game echt. Ja, nee, ik had het al gezien. Je hebt een... ik was je laatste Generations van Mario aan het kijken. Ik zat zo van... Hij zal toch niet met Sander en Pokémon Generations zijn begonnen? Nee. Ik heb op je Excel sheet gekeken, zag ze van. Nee, oké. Okay. Nee, ik ga een Soul Linkie doen. Van een game die wij allebei heel weinig gespeeld hebben. Ja, fair. Ik denk dat ik er maar één keer helemaal heb uitgespeeld, die game.
Misschien 2 à 3 keer, maar nooit echt op de manier zoals ik een Emerald of een Gen 2 had gespeeld. Dus oké, champion klaar. Ja. Was verder ja, iets? Precies. Nee? Oké, ballen. Dit is die, als je in het ijs valt, dan is het gewoon game over. Pretty much. Dat is echt heftig. Thanks, hè, dat je nog even over me heen ging rijden. Nu ben ik weer een half minuut verder. Ja, ik ben wel terug en rij via de achterbanden over je heen. Ik stond net gewoon een keer eerste. Dat heeft echt niet lang geduurd. Mm-hmm. Nee, maar dan vind ik, moest ik altijd nog wel lachen om dat wat Paddy zei van... ja, hoe kom je op het idee? Ja, het idee is nooit het probleem. Nee. Dus de uitvoering is het probleem. Ja, tijd en uitvoering. Kijk alleen maar naar ons laatste ons project wat momenteel al goed 1,5 maand niet is opgenomen. Mm-hmm. Ja, en dat is wel ook wel een beetje natuurlijk het geluk dat je gewoon heel veel voorraad hebt, zeg maar. Ja, dat kan klopt. Ik met Sander niet permitteren, zeg maar, dat het zo lang duurt. Ja, toegeven, 80% van die voorraad komt door mij als ik zelf niet meer in mijn eentje zou opnemen. Dus wat jij deed met professor Layton, dan was het ook niet gelukt. Nou, ik heb nu elke keer twee series lopen die ik zelf alleen opneem. De verkeerde kant op. Ja. En dan heb je ook nog dan heb je ook gewoon nog de speling voor voorraad. Want wat er momenteel bij ons loopt, is Tales of Symphonia, wat ik een keer met Nando had gedaan, maar daar heb ik letterlijk alles uitgesneden. Dus dat is van tevoren opgenomen. Ik ben 50 geworden en dat was helemaal niet nodig. Ja. En er is alleen maar commentary over gedaan, dus dat is gewoon, oké, we doen vanavond die video opnemen, klaar kan die erop. Ja. Dus daar zit helemaal geen snijwerk in. En de andere is een oude let's play die ik had opgenomen. Oké. Okay. Dus ja, dan kan je ook nog gewoon permitteren om te zeggen, de deckserie komt later uit. Ja. What the fuck is dit nou weer? Boom. Wow. Shit. Deze game zo sorry. Erg, hè. Spam me, Milan. Moest ik doen, anders lopen ze te ver voor. Oké, ik snap dat, ik begrijp dat. Ik had liever dat je even 5 seconden had gewacht dat mijn bliksem uit was gewerkt. Ja, duurt nog even. Wat een gezeik. Als we 64 klaar hebben, gaan we gewoon toch naar MK8 Deluxe. Spelen we even de cups die parallel staan aan deze. We zijn voorlopig zitten we nog bij deze baan vast, thanks. Graag gedaan. Het is ongelooflijk. Ja, wat ik. Ja. Oh, wat zijn deze pingwings toch leuk. Nu snap ik ook waarom er eentje is weggelopen in 64. Ja. Nee. Zo, dat gaat goed. Was eigenlijk al iets bekend wanneer we de volgende 2 cups krijgen voor 8? Nee, is nog niet bekend. Oké, want ik denk dat gewoon, ze zeiden dat het tot eind 2023 zou duren, dus ik verwacht in de zomer nog eentje en in november nog eentje ofzo. Ja, want het waren, kijken. Het zou 6 rondes, ja. Zeg maar. 6 cups. Nee. 6 rondes, dus... Zes rondes van 2, ja oké, okay, dus dan klopt wel. 12 cups. Ja. 12 cups, 48 nieuwe courses, of reworks, of remakes, of wat dan ook. Geef de naam. Dat is echt veel, hè? Ja, en dat op zich, aan de ene kant ben ik dan wel blij dat we geen nieuwe Mario Kart 9 hebben gekregen, want die zouden nooit zoveel content hebben gehad. Maar... Nee, maar dan heb je wel... kans op 6 cups met totaal 100% nieuwe banen, zeg maar. Je bent eerste geworden, what the fuck. Ja. Ik rijd nog even het ijs in. Ik heb even Satan mijn ziel weer verkocht. Goed zo. Ik zag er ook nog net voor de paal gewoon het water in zien gaan. Ja.
Voor mij was het nog maar ronde 2, hè? Dat zou goed kunnen, ja. Ronde 2, ja. Leuk. Je maakt nog steeds één video van? Dat weet ik niet. Misschien wel. Gewoon lekker, lekker lang. Ja, lekker lang. Toch geef je wat jij doet met je bingo's en je random marks. Ja, daarom. Nando zei trouwens weer dat hij vanaf dinsdag gewoon weer kan. Ja, klopt. Ik zal ook even nog met Nando even zitten wat ik even met de andere serie met hem ga doen. Want ik wil even eens... Ik weet dat Nando veel fan is van versussen. Dus dan vind ik ook niet erg als ik één serie gewoon met hem cancel. Gewoon meteen overgaan naar versussen. Maar is ook happy de peppy, want er is nog één serie die ik nog met hem heb lopen. Alleen, dat is ook gewoon 4 à 5 weken achter elkaar gewoon niks meer gebeurd. En Jordi gaat compleet de verkeerde kant op. Oef. Jij zit soort van vast ook, ja. Ja. Ik mis mijn respawn knop van Need for Speed Most Wanted. En dan ben ik er bijna, word ik met een bliksemschicht eraf getikt. Sorry. Zo, ben er weer. Niet schrikken van de afstand, het is aardig groot. Weet je wat? Wauw, ze plaatsen die blokken ook op een kutplek, zeg. Oké. Wat wou ik zeggen? Ik wou zeggen dat... ik ook irritant vind dat als ze 2 meter verder zijn, dat je ze dan al niet meer ziet. De tegenstander. Ja, oké, okay, maar dat komt gewoon een simpel ding uit, heet oudheid. Ja, random distance, ja. Met sommige dingen mis ik dat wel hoor. Hele slechte random distance. Ja. Want ik pak even Spyro er weer bij, want daar moet je gems collecten. En die random distance was zo slecht. De dat je echt daarnaast moet staan om te zien. Nee, je kon de gems gewoon zien, want die zaten gewoon goed in elkaar. Maar je kon niet zien hoe je er naartoe moest komen, omdat platforms niet gegenereerd waren. Dus in de glinstering, je kon alle glinsteringen van afstand zien. Ja. Maar ik kon nooit zien van hoe de fuck moet ik daar komen. Ja, ik vind zulke dingen wel charmant om te zien. Nou, ik denk dat we deze zo meteen opnieuw moeten. Denk je? Ja. Kijk, daar wat aan. Een blue shell. Maar ja, naast Mario Kart 8 was er nog iets. Is er gewoon ook een franchise waarvan jij nog gewoon denkt van oké, die wil ik gewoon vanaf begin tot eind een keer spelen of revisiten. Of je bent gewoon benieuwd naar hoe ze waren begonnen. Ja, vind ik lastig. Als ik het wist, dan had ik misschien ook al minder moeite gehad met het vinden van een nieuwe serie. Huh? Wat is dit nou? Ja, weer? Je waarschijnlijk niet genoeg vaat. Okay. Toegeven, de andere 3 hadden het ook niet. Oh, en dan begin je ook gewoon op de... Wauw. Ja. Toegeven, jij bent ondertussen wel goed bezig om een Professor Layton generation nou, te maken. Nou ja, ik weet die wou ik net gaan zeggen. Alleen, die hebben 6 games en ik ben nu de laatste 2 aan het spelen, dus... Ja, oké. Okay. Ja, ik weet niks van Layton, dus ik weet niet wat volgorde ervan is. Layton heeft 6 games. De eerste 3 games, is eigenlijk een beetje het Star Wars principe. De eerste 3 games en dan de andere 3 games, die spelen ze aan voor de eerste 3. Ja, ja oké. Okay. Nou, deze mag ik opnieuw doen. Ja. Ja, oké. Okay. En die games zijn leuk, alleen... de 3DS games, die kan ik spelen omdat ik het grafisch ook leuk vind, zeg maar. De anderen, die hebben ook een superleuk verhaal, maar ik weet niet of ik er dan zoveel aandacht aan kan besteden, omdat op een emulator dan spelen is toch anders of zo. Ja, oké. Okay. Daar heb ik met Pokémon niet zoveel last van, maar wel met Layton. Ja, oké, okay, want heeft Layton ook gewoon echt die dingen die je gebruik moet maken van bijvoorbeeld een DS of 3DS? Dus bijvoorbeeld de mic, gyro, die dingen? Nee, dat niet. Oké. Okay. Ja, dat moest... Ik heb ooit Phantom Hourglass gedaan als Let's Play. Ja. En voor sommige dingen moet je de mic gebruiken. Ah, oeps.
Oké, hotkey de nul inhouden. Ja. Ja, dat is dan gewoon beperktheid van de middelen. Die item is zo raar, die boost Golden mushroom. Ja. Oeh, blue shell. Zo. Ja, nee, het zijn ook gewoon sommige games die ook gewoon gigantisch leuk zijn, maar sommige games krijgen gewoon kapotunnel van. Ik zou trouwens, ja, Mario Party is ook wel zo'n eentje die ik in Generations versie zou willen spelen. Dat heb ik al een keer gedaan met Justin, toen het nog Justin's Experiments was. Ja. Dat zijn ook wel leuke games. Alleen ook, je merkt, in heel veel games merk je het verschil, maar in Mario Party merk je ook wel echt goed het verschil, zeg maar. Ja, alleen hoeft dat niet altijd slecht te zijn. Mario Party 4 is een van de beste Mario Parties die er is. Mm-hmm. Ja, het probleem wat ik heb met een Mario Party Generations, en dat komt niet door de game zelf, maar ik ben zo bang dat je heel veel controle, dat je heel snel door een controller heen gaat. Dat je ermee gaat gooien? Nou, mee gaat gooien, maar met sommige dingen ga je mashen, met sommige dingen ga je rubber eraf halen, omdat je die tuk hebt en ik ben gewoon bang voor dat je jezelf gaat beschadigen. Ja. Het zij per ongeluk, het zij uit frustratie. Ja, en dan zeg ik zo in van ja. Dan doe ik maar één. Dan doe ik één zo'n game en dan gewoon alle boards of alle cups. En dan vind ik het goed. Wat ik destijds ook had gedaan met Harm en Nando op de vakantie, gewoon Fortune Street. Ja. Gewoon klein jassen. Ik heb het zelf gespeeld. Ja, het is. In principe, het is Mario Party, alleen dan op sommige punten nog erger. Ja, ik heb het bij jullie 24 uur stream toen gezien. Kut zeg, wat een tyfus onzin. Wat? Moet je dan zelf terugrijden? Ja. Hallo. Ja, kunnen we retryen? Nee, we moeten echt naar de finish. Ja, nee jij. Wat een kutzooi. Ja. Quality of life, alsjeblieft. Ja, je moet ook oppassen dat je niet hard rijdt. Ja, ik merk het. Nee, dus dat. Zulke games zijn gewoon hartstikke leuk om te spelen, maar dat is ook wat ik hetzelfde van, je wordt er soms wel een beetje zat van. Ja. Ik had eigenlijk ook. Hadden wij recentelijk een direct of zit ik even aan andere dingen te denken? Nee, dat is alweer even geleden hoor. Ja. Dat is januari geweest volgens mij. Ja, oké, dat ze geen ding hadden genounced voor. Ik moet het goed zeggen, Mario Party Super? Of Super Mario Party, dat was het nou. Oh, Mario Party Superstars. Ja, ja, ja. Ja, ja dat er daar geen nieuwe baan of zo voor kwamen. Dat, ja, nee, want het zijn nog steeds vier. Nee, vijf zijn er, hè. Vijf banen. Het zijn vijf banen. Er zijn nog maar vier die ik wil spelen. Oh. Welke wil je niet spelen? Ja, ik vind in ieder geval, ik vind een Peach's ding vind ik zo ongelooflijk saai. Ja, terwijl ik vind die een van de fijnste, omdat dat een beetje een normale baan is, zeg maar. Ik vind die Space het minst leuk. Die speel ik niet graag. Ja, oké, maar die vind ik juist weer leuk, omdat ik. En dit is puur mijn trolligheid. Ik ga soms gewoon rechtsboven in rondjes lopen, zodat die laser iedere seconde wordt afgevuurd. Ja, dat vind ik leuk. Puur om met mensen te fucken. Ik denk dat ik het liefst die Yoshi's Island speel, zeg maar. Ja, maar die is ook gewoon leuk en die is ook gewoon simpel. Ja. Nee, ik zit. Waluigi's Island vind ik ook heel leuk van Mario Party, want je hebt gewoon linksbovenin gewoon een plek waarin je gewoon hondjes kan blijven lopen. Ik zit even te denken welke dat is. Waluigi's Island, dat zegt me echt helemaal niks. Ja, is van een hele oude course, van mij of van 3 of van 4. Oh, dan is die van 3 denk ik, want die ken ik niet zo goed. Nee, en dan heb je linksbovenin moet je een brug over. Mm-hmm. En dan heb je gewoon iedere ronde, is het kan of chance times zijn of red spaces of wat dan ook. Oh ja, dat ken ik. Toen ik dus die Generations met Justin deed, toen hebben die inderdaad ook gespeeld. Nu herinner ik me het wel. Ja, en ik ben zo'n type die zegt van oké, weet je wat? Mooie plek,
Ja, maar Chance Time is ook het leukste van Mario Party, vind ik. Mm-hmm. Vooral als je achter staat. Want dat is voor degene die vooraan staat zo kut. Ja. Dat is gewoon hartverzakkingen. Ja. Dus wil je kijken of je gezond bent en... je woont niet naar de dokter, doe Mario Party. Als je... een beetje tegen een schrik kan en geen... lange termijn fysieke problemen krijgt, dan ben je gezond. Ja. Er zijn zoveel franchises die gewoon gedaan kunnen worden, maar ik vind ook gewoon dat Nintendo met sommige franchises ook gewoon een keer door moet hakken. Gewoon zeggen van, ja jongens, we brengen nu de franchise terug. Ja, ik vind dat dus met Professor Layton alleen, er was een reden, ik heb er toevallig het laatste filmpje van gekeken, waarom die wat minder is gegaan, zeg maar. De latere games, omdat het naar de 3DS ging, zijn minder goed verkocht en daarom kwam er niet nog een trilogie. Nou, als je dit ziet... Ja, ik zag het. Ik zag Wolverine. What the fuck? Gaat het nog een keer gebeuren? Ja? Oh, nou, nu niet. Ah, shit. Ik was zo dichtbij voor 4, maar... Nope. Nee. En ook al zou ik zelf zulke games dan misschien niet spelen, het zal wel leuk zijn voor mensen die dan zo lang niet zo'n game hebben kunnen spelen. Mm-hmm. Dus het zijn F-Zero, het zijn Golden Sun, die dingen. Ja. Ook al vind ik wel dat ze met sommige franchises nu gewoon goed hun best doen. Zoals bijvoorbeeld Metroid Dread, waarin ze gewoon niet hebben gezegd van weet je wat, huppakee. Nou ja, ik vind dat het feit dat ze Mario Strikers terugbrengen, dat vind ik ook wel. Oh, dat vind ik zo mooi. Ja, dat vind ik echt goed. Dat is het enige voetbalgame waar ik van handig kan winnen. Nee, no joke, dat is het enige waarvan ik echt nog van hem kan winnen. FIFA maakt hem gewoon in en met Strikers kan ik gewoon zeggen van oké, weet je wat, gewonnen. Klaar. Deze moet weer opnieuw. Yup. Strikers vond ik zo vet. Eigenlijk die generation zou ik ook wel een keer willen spelen. Ja, maar dat valt een beetje tegen, vind ik. Ja. Dat denk ik ook. Tenzij je een generation doet van de story mode. Ja, maar is er echt een story mode? Kan je het story mode noemen? Nee, maar het lijkt me leuk om met 4 personen in 1 team te zetten. Een beetje door de adventure mode te gaan. Oké, jongens, we hebben 4 rondes gehad en... Ik vond het wel heel leuk altijd vroeger om met vrienden gewoon zo'n toernooitje te doen, zeg maar. Want je kon redelijk veel customizen. Nee, klopt. Dat heb ik ook destijds gedaan met, voor mij, Harm, Bart en Bram een keer. Mm-hmm. En later een keer met Harm en Glenn. En ik zou best nog wel vet vinden om Charged ook nog een keer te spelen. Want die was uiteindelijk nog best wel goed. Alleen, dan gingen de banen zich er ook mee bemoeien. En daar kan Justin altijd zo slecht tegen. Want ja. Justin is van de skills, zeg maar. En als er dan iets tegen zit waar hij niks aan kan doen, dan vindt hij irritant. Ik heb. Zo. Oh, dan gaan we weer. Nou. Wacht, je had een ster, dus hoe de... Ja, omdat je er dan naast die rem komt. Ja, oké. Ik vind dat zo slecht gemaakt. Mm-hmm. Als ze dit aan het testen zijn, denken ze dan niet van, oh wacht, misschien moeten we hier iets mee doen. Nou ja, schale troost. 2 personen hebben de brug niet kunnen halen, dus de afstand is niet zo heel groot. Nou, op zich, ik snap Justin daarin wel van, oké, het moet skill zijn, maar ik zie met sommige dingen ook zo van, dat sommige dingen gewoon een luck factor hebben, dat is ook gewoon soms prima. Dat maakt Mario Party ook leuk, vind ik. Ja. Ja en... Zeker voor iemand die iets minder van de skills moet hebben en meer van de luck moet hebben. Mm-hmm. En dat vind ik op zich wel leuk wat ze met MK8 Deluxe hebben gedaan. Dat ze skill gewoon uit hebben gegooid van, oké, je hebt een autogas button en je hebt een autostuur button. Ja, maar het is wel zo dat als je skills hebt en je doet het dus echt manual, zoals ik hem gewoon altijd speel, dat je dan wel beter bent. Klopt, maar het is dan wel zo van, oké, jouw neefje of nichtje of wat dan ook komt langs. Het is niet zo van, ja, is niet leuk, Milan heeft al 600 ingehaald. Je voelt je dan niet slecht als je maar ook wat achterbij dan past. Nee, precies. Want dan had ik bij de bruiloft van mijn zus, hadden de mensen de Mario Kart achterpakt. En ik zat van, zet alsjeblieft dat ding aan, want ik ga niet tegen jullie racen als je dat ding niet aan hebt staan. Ja.
Dan voel je ook gewoon slecht als je gewoon vaak games speelt. Ja, daar kan je beter niet meedoen, zeg maar. Nee, ik zat ook zo van, ja jongens, mooi, ja, ik doe niet mee. Nee. En ik ben ook niet van het laten winnen. Ik doe wel gewoon altijd mijn best dan, zeg maar. Nee, klopt, zoals ik ook wel in. Of ik ga op een rare manier mijn handicappen. Dat ik gewoon zeg van, oké, prima, ik pak deze kerk en slaat compleet nergens op, maar... Dan is het tenminste nog een beetje leuk. Ja. Shit. Yippie. Had niet moeten doen. Nee. Bedacht het me toen ik hem al had ingedrukt. Ik zou je niet beloven dat ik vierde was geworden, maar er was nog een kans geweest. Ja. God, die kutbaan. Terwijl op zich, een Peach's Circuit stelt eigenlijk niks voor. Maar... Ja, maar ook de physics in deze game. Als welke je dan physics? Een beetje. Ja, nou ja, precies. I rest my case. Er zijn geen physics in deze game. Wacht, mijn koptelefoon valt af. Zo. Dat zeg maar ook een beetje. Die Sonic Origins, vind je dat vet dat er uitkomt? Ik vind zelf zo van, breng gewoon een nieuwe Sonic game uit. Want ja. Dit heeft voornamelijk te maken met wat het afgelopen paar jaar heb. Ja, maar alle nieuwste Sonic zijn toch geflopt? Mania deed het heel goed. Oh. Forces had wat problemen, maar is prima. Colors Ultimate hadden ze gewoon wat meer tijd aan moeten besteden. Ja, want Colors vind ik wel het interessantste eruit zien, persoonlijk. Ja, nee, sinds de nieuwe patches allemaal is het ook gewoon nu prima te spelen, hoor. Mm-hmm. Maar er was een periode, toen hij net uit was, was het gewoon drie keer niks. Maar ik ben een beetje die pendering naar de oude, of naar de eerste games mix of zat. Van, maakt niet uit welke franchise, zeg maar, of wel al, of nou, per se Sonic. Met Sonic erg, met Pokémon vind ik het erg, maar met Sonic is zo van... Oké, je hebt die Sonic Origins met 1, 2 en 3, oké, maar we hebben letterlijk bijna alle levels van 1, 2 en 3 al een keer gehad in Mania. Mm-hmm. In Forces waren referenties na. Je hebt letterlijk een game gehad, dat heette Sonic Generations, waarin deze ding opnieuw waren gerevisit. Ja. Dan krijgen ze weer, ja. Je hebt zoveel referenties dan naar Green Hill, waarvan je gewoon afdenkt van, jongens, maar er is meer. Ja, precies. En dat is een beetje mijn probleem. Het is letterlijk in de laatste 3-4 games is het gewoon iedere keer zo geweest. Ja, en bij Pokémon hoef ik niet te beginnen. Waarom is Charizard weer een ding? Ja, precies. Maar met Pokémon vind ik dan... Ja, vind ik het dan wel anders, zeg maar. Het is niet dat je elke keer een Kanto bent, zeg maar. Ondanks dat Kanto ook wel veel... gerevisit wordt. Ze hoeven voor mij voorlopig niet meer met Kanto aan te komen, zeg maar. Maar... Ja, voor mij is het gewoon voornamelijk dat... we weten dat de oude games bestaan. We snappen dat jullie ze leuk vonden. Volkhof. Nou. Nice. Je hebt ons ingehaald. Het ging me ook meer om de Yoshi en de Donkey Kong dan echt jou hoor, want... Ja, dat snap ik. Dan is het staan. We willen van die baan af. Stuur dit even op. Kutzooi. Oh, dus ja, dat was... naar beneden glijden, ook echt boos. Hmm. Even kijken, wat is dan nog een ander goed voorbeeld? Ja, voor de rest komt hij echt dit jaar iets uit waarvan ik nog iets kan zeggen van qua voorbeeld. Want God of War, Ragnarok is gewoon een sequel. Advance Wars moet gewoon naar mijn mening gewoon een keer uitkomen. Maar is er net zo... is er echt een fanbase, zeg maar? Dat weet jij beter dan ik. Advance Wars is de wat oudere... fanbase of de meer... Ja, hoe kan ik dit het beste uitleggen? Kijken. Het is een beetje de fanbase van Animal Crossing voor de GameCube versus Harvest Moon op de GBA. Er is een fanbase, maar het is niet per se jonger of ouder. Je hebt hem. Nice. Ja. Dus die mensen zitten gewoon op te wachten. Want het is een beetje hetzelfde als Fire Emblem. Dat kreeg ook gewoon tot aan...
de GameCube op zich nog aandacht. Toen flopte het. Dankjewel, Path of Radiance. En toen zei ze, oké, we doen nog één keer met de 3DS en dan stoppen we er gewoon mee. En dat werd Awakening en dat ging goed. Ja, en toen kreeg je allemaal weer Fire Emblem dingen in Smash en kreeg je weer... Dat is echt de Smash Ultimate ding. Nou, dus er zit altijd veel Fire Emblem karakters in. Nou ja, in Melee niet echt, een Brawl nee, echt, dan nee, heb je Roy en Mars, maar... Smash 4. Daar begon ja, het Smash mee. 4, daar begon het, ja. Met Robin, Lucina. Ja, terwijl ik de zesde mening ben van Lucina Corrin, is echt een... Is gewoon Marv, maar oké. Ja, klopt, maar Lucina is wel mijn main. Ja. Ik vind Lucina echt wel prettig spelen, hoor. Mm-hmm. Nee, maar Advance Wars was echt meer de franchise voor de mensen die Fire Emblem niet echt leuk vonden. Maar dat was ook zo van, ja, de DS was uit en toen flopte het. Maar het ging ook overboord. Het ging van cartoony wereldoverheersing naar, ja, we hebben een apocalyps met de standaard anime tropes. Van ja, we redden iemand en die heeft geen herinneringen meer aan wat hij allemaal doet, maar die heeft allemaal informatie. Ja. Oké. Okay. Was een beetje... te toevallig en niet echt leuk qua storywriting. Ja, precies. Oké. Okay. Nou ja. Nee, voor de rest qua remix. Nee, niet echt. Nee, ja, als we zometeen meer te horen krijgen op die GBA online. Of die GBA expansion of emulatie. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Dat is wel een rumor, toch? Dat is niet per se zeker. Nee, het is niet confirmed. Maar er zit wel een game in. En daar ben ik op zich wel heel erg geïnteresseerd in. Maar dat is... puur mij gestoordheid erin. Kurikurikurin. Dat zegt me niks. Je kent toch wel het zenuwspel, hè? Waarin je een stalen kabel hebt en dan moet je parcours heen, maar je mag niet raken. Denk dat, maar je bent gewoon een paal die continu draait en je moet de parcours door. Oh, what the fuck. Het is een heel moeilijk spel. Mm-hmm. En ik heb het een paar keer eerlijk gedaan en ik heb met Harm en Nando gewoon gezegd van oké, gooi de cheats aan waarin je gewoon nooit levens verliest. En dat is gewoon leuk, maar het mooiste aan die game is de multiplayer. Want dan kan je gewoon de courses door, maar dan kan je zelf bepalen hoe groot jouw plank is. Oké. Je kan ook bepalen van ik wil geen plank, dus je bent een klein balletje in een parcours wat gebouwd was voor 2 meter lange planken. Okay. En dan ben je een 1 mm balletje wat er doorheen gaat. Dus dat is makkelijker dan, zeg maar. Nou, dan is het meer een racing game geworden. Nee. Oh, is dit raar? Milan, jij je. Ja. Het is weer echt zo'n onzin wat hier gebeurt. Ja, het is weer zo'n course. Ja, we moeten zometeen echt gewoon terug gaan naar Mario Kart 8 Deluxe om even deze smaak eruit te spoelen. Moet ik even kijken of ik daar nog tijd voor heb. Ja, prima. Nog een Eredivisie voorspellen maken. In dit tempo schiet het toch niet op. Nee, we moeten hier nog een hele cup hierna. Hm. Maar ja, ik heb nog echt zin in... Ik weet niet of je dat nog steeds wil doen, maar om Metabots te spelen met... Ja, ik zit erover na te denken om Metabots uit te stellen, omdat ik altijd niet had verwacht dat BDSP zo lang zou duren voordat we daarmee zouden op worden. Nee. Maar anders zou ik gewoon kunnen zeggen van oké, wanneer er even geen grote projecten lopen of... Ja, maar Metabots duurt lang, hè? Dat is een lange game. Ja, als je weet hoe de game werkt, maar Nando en Harm hebben die game nooit gespeeld. Nee, precies. Dus daarom zit ik te kijken van oké, wat is slim om daarmee te doen? Voor hetzelfde geld ga ik het gewoon met jou doen en doe het voor jouw kanaal. Ja, dat zou ik ook wel vet vinden. Dat het tenminste nog in zit, want ik zit er al gewoon af na te denken om meteen naar BDSP te beginnen met die Generations. Mm-hmm. Omdat BDSP duurt ook nog lang zat. En dan ben je zo meteen al klaar met Gen 9 en dan moet je teruggaan naar Gen 1. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Ja, precies. Dus en Gen 9 die kunnen we dan meteen gewoon aan de Generations plakken. Precies, en dat lijkt me dan gewoon leuk. Dan heb je al gewoon Gen 1 tot en met, nou ja, vaak wanneer de nieuwe uitkomt, hebben we dan Gen 5 net gehad. Dus ja, dan zit je nog redelijk recent erin. Wat een kut game is dit! Ja, als je eenmaal tegen die muren aanknalt, wanneer je die brug overgaat, ben je al fucked. Ja.
dat ze ooit nog Double Dash hebben gemaakt naar deze flop, zeg. Dat mensen hier nog op zaten te wachten. Nou, ik weet niet meer of Super Circuit hierna uitkwam. Nou, dat was ook niet zo'n hele goede game. Nou, ik heb dat... ik weet niet hoe goed je bekend met oud Dutch YouTube. Maar... Nou, zal ik jou eens vertellen. Ik was bij Justin. En toen kwam ik pas achter dat ik Harm dus ook gekeken heb vroeger. Was hij Mr. Nintendo Dutch? Ja. Wauw, dat wist ik dus gewoon helemaal niet, hè? Ah, je wist dat niet of was je het gewoon vergeten? Nee, ik wist het niet. Ah, oké. Okay. Want ik ken Mr. Nintendo Dutch wel. En er was een hele community toen waar ik toen naar keek. Ja, zometeen na deze recording. Ja, ik ben nu achtergekomen met hem in Mr. Nintendo Dutch. Ja, sorry Jordi, het spijt me, maar nee. Het gaat het niet meer worden. Nee, en wat had je nog meer? Decent Sauce? Decent Sauce, Simon, ja. En Games had... Paradise NL. Ja, die ken ik niet. Dat was Justin. Ah, oké. Okay. Ruimteschaap. Die ken ik ook niet. The Gaming Dutchman, ja, Stefan. Ja, Stefan is nou weer een beetje begonnen. Maar okay. dat is gewoon... Laat ik zo zeggen, je kan merken dat hij een periode niet heeft gedaan. Oké. Okay. Dan heb je Dutch Place. Dutch Place, ja, Frank. Frankie. Even kijken. Ja, heb je natuurlijk niet inwezen. Glenn, ja. Eigenlijk de voorvader voor ons alles. Ja. Als ik aan inwezen denk, moet ik altijd aan denken hoe vet YouTube kanalen, of gewoon echte kanalen pagina's altijd waren. Dat je echt gewoon helemaal rondom kon ontwerpen. Ja, en, klopt. En Jinwezen, of nou, wordt het Glenn, die had altijd links in zijn dingen verstopt, zeg maar. Mm-hmm. Als je dan, weet ik veel, Reuniclus aanklikte, dan kwam je ook ergens op een pagina of zo. Ja, shit. Dat nee, was nee, echt sorry. Vet. Ja, klopt. Dat was ook gewoon vet. Ik ben nog steeds van mening van de... Tussen 2012 en 2014 was ook de leukste tijd, want toen kon je ook nog een beetje beginnen met van alles en nog wat. Mm-hmm. En sloeg het nog een beetje aan en kon je ook nog voor andere mensen kijken, maar sinds, ik wil zeggen 2016, is merendeel er gewoon mee gekapt. Ja. En ik snap het ook wel, deze dingen kosten gewoon helemaal tijd en... Ja, het is ook echt dat ik het doe omdat het mijn hobby is en dat ik het gewoon echt leuk vind om te doen en eigenlijk ook... Nu heb ik wel 2 series lopen die ik alleen doe. Echt omdat ik het leuk vind om te doen. Mm-hmm. En omdat ik het bijna zonde vind om te gamen zonder het op te nemen. Ja, ik... Zeker bij een revisit. Nando had bij jou tegen jou gezegd dat voor mij het gewoon hetzelfde was. Ja. Ik begin dat nu langzaam maar zeker weer af te komen. Ja. Maar dat komt ook omdat ik ook gewoon de laatste paar games die ik had gespeeld... Die gaf me ook gewoon het gevoel van, oké, ik heb de game klaar, ik ben tevreden met hoe de game is geëindigd. Ja. Dat je ook een beetje zo'n leeg gevoel hebt van binnen, van oké, mm-hmm. Het is klaar. Dat echt net als je een goede serie hebt gekeken en het is afgelopen, zeg maar. Precies. Ja. Dat had ik laatst met Tales of Arise, gewoon 60 uur game. En ik dacht zo van, oké, nu is het klaar. Ja, wat ga ik nu doen met mijn leven? Ja. Nee, en daarom vind ik aan de ene kant RPG's gigantisch leuk om te doen, want het is gewoon tijdsink van heb ik jou daar. Ik ben ook daarom heel blij dat Xenoblade 3 vervoegd is. Want dan ben ik gewoon dood voor de komende periode. Ik ben er niet aanspreekbaar, ik ben er gewoon puur bezig met de game. Dat is voor mij wat voor jullie Legends was ongeveer. Alleen dan nog 10 keer erger. Ja, maar ik had verwacht dat het voor jou ook vet zou zijn, zeg maar, Legends. Dat het ook wel iets voor jou naar uit zou kijken. Alleen, ik had meer verwacht van Legends. Sorry. Echt? Nog meer? Ik had echt niet meer verwacht van Legends. Ik stond gewoon net het eerste. Ja, I know, sorry. Nee, ja, dat kwam niet door jou. Ik was alweer geraakt tussendoor door een of andere steen. Ja. Nee, het ding was met Legends, ik had er meer leven in verwacht voor sommige dingen. Ja, dat snap ik wel. Vooral overworld leven, zeg maar. Tuurlijk, ja, zijn er wel Pokémon, maar dat is het ook, zeg maar. Ja, het is... Dit is dan weer moeilijk... Nou, op zich kan we weer een voorbeeld voor pakken. Harry Potter 1. Ja, het is een school voor allerlei leerlingen, et cetera. Waar zijn die leerlingen dan? Die zie je wel, alleen op de achtergrond. Ja, maar je zou toch denken dat het... Het is...
Het was 5 jaar school, toch? Of 6 jaar school? 7 jaar. Nou ja, in de films 6, alleen zijn 7 jaren daar, zeg maar. Ja, oké, 7 jaar school. Ja. Nou, laten we uitgaan van 4 keer 7 is 28. En dan iedere klas heeft ongeveer, nou wat zou het zijn? 30 man. Heeft die school wat voller verwacht? Nou nee, daar wordt in de boeken wordt daar wel uitgelegd waarom het niet heel... Daarom zit er in Harry's jaar bijvoorbeeld maar 5 jongens. Dat zijn allemaal kinderen, zeg maar, die gekomen zijn na de Eerste Oorlog. En in de Eerste Oorlog zijn er heel veel mensen doodgegaan. Ja, oké, op die manier. Probeer ze op die manier uit te leggen. Ja. Dat wordt in de boeken ook gezegd, zeg maar. Ja, oké. Okay. Hey, mijn tweede naam. Maar in de film vind ik het zo van, ja maar jongens, waar zijn ze? Ik kan ook wel een ander voorbeeld pakken, maar dat is voor jou wat minder. Mm-hmm. Dat is dan Kingdom Hearts 1, waarin je gigantische Disney-werelden hebt. En dan pak je Tarzan met al die gorilla's, et cetera. Ja. Je ziet letterlijk 1 gorilla en voor de rest is de wereld leeg. Ja, dat is wel raar, ja. Dat zal ook wel een beetje met de capability van de console te maken hebben. Ja. Nee, ja, precies, dat vind ik een beetje. Dat was volgens mij een beetje probleem met Legends. Van oké, okay, nu. Ik had het er vanmiddag ook nog wel even met Nando en Sander over. Van dat ik heel graag een podcast zou willen starten. Dat zou ik echt heel graag willen. Oh, dan moet je zitten met Harm. Want die zit al 3 jaar met dat idee. Oh, nou ja, ik wil dus heel graag beginnen. Alleen moet ik en het juiste onderwerp zien te vinden. Eigenlijk ook iemand waar ik het vast mee doe, zeg maar. Kijk, het is heel leuk om mensen uit te nodigen. Alleen, ik wil hem niet helemaal alleen hoeven te dragen, zeg maar. Snap je? Nee, ik snap het. Dat was ook een beetje Hans' probleem, want die wil ook gewoon iemand hebben. Ik zei zo van, ik zit hier letterlijk bij. Ja. Zo van, je kan me letterlijk vragen, maar met hem was meer het probleem van, hij kan geen onderwerp verzinnen. Ja, dat is dus een beetje wat ik ook heb. En natuurlijk, ik heb een paar onderwerpen, daar zou ik zo 100 afleveringen van kunnen maken. Als het over een Harry Potter gaat, over een Pokémon gaat, of Nintendo in het algemeen, kan ik echt wel... Mm-hmm. Of voetbal kan ik ook heel erg veel over lullen. Ja, daar heb ik dan niet zo heel veel mensen die daar ook in geïnteresseerd zijn, maar daar kan ik wel mee over lullen, zeg maar. Ja, en dat is een beetje wel een beetje het probleem met podcasts als je heel variety gaat. Je moet er wel op zorgen dat jouw co-host letterlijk voor alles weet. En als die niet voor alles wat weet, waar jij de dingen over wil doen, dan wordt het best wel moeilijk. Kijk, Nintendo kan ik met je meepraten, Harry Potter kan ik over met je meepraten. Pokémon. Of heel veel dingen kan ik gewoon met je meepraten. Maar als je zegt van, ja, AC Milan deed heel goed. Zo van, ja, dat wel. Ja, precies. Nee, maar tuurlijk. Maar daarom moet je natuurlijk ook een co-host voor uitkiezen. Ja. Dus, maar ik denk dat ik over... kijk, weet je, ik luister nu ook een voetbalpodcast. Mm-hmm. En ik merk gewoon dat ik zelf heel weinig weet. Omdat ik kijk naar AZ, zeg maar. En heel soms een keer een wedstrijd van een andere Nederlandse club. Maar dat is het dan ook. En hun hebben het echt over van alles. En ik vind het super interessant. Alleen ik zou er zelf niet op kunnen komen, zeg maar. Alleen over Pokémon, daar weet ik veel meer van. En daarom is het juist wel leuk. Bijvoorbeeld, jij weet veel meer over competitive en abilities en dat soort dingen dan ik. En ik weet misschien weer veel over shinies en dat soort andere trivia. Dat soort meuk, ja. Ja, precies. Dan weet je wel allebei veel van het onderwerp, maar je hebt wel allebei wat anders te brengen. Mm-hmm. Nee, precies. En dan is het op zich ook wel leuk. Want dat zie ik met heel veel podcasts. Heel veel mensen denken van, oh, ik start even een podcastje en het gaat zo wel lopen. Maar dan merk je ook gewoon met heel veel mensen van, sommige mensen zijn ook gewoon niet voor gemaakt. Nee. Of worden gewoon puur voor zulke dingen uitgenodigd en hebben dan misschien 5 minuten inbreng in een 3 uur video. Ja, maar dat komt ook door... Wat? Word ik helemaal hier naartoe geteleporteerd? Ja. Veel plezier. U wilde zeggen. Ik wou zeggen, ik rijd tegen mijn eigen fake blok aan. Dat heeft ook een beetje te maken met de host. Want op het moment dat jij mijn gast bent, dan moet ik jouw dingen gaan vragen, zeg maar. En dan moet ik niet wachten totdat je zelf wat zegt. Nee, precies. Ja, en dan zie je gewoon dat je 1 keer 1 persoon hebt die gewoon niet veel praat. En dan heb je een host die niet heel goed... Nou, en weet je waarom ik daar nu ook aan denk?
is ook omdat ik... Ik denk dat jij een heel goede podcast-host zou zijn. Omdat als ik met jou opneem, dat ik ook altijd merk dat het over iets anders gaat dan de game die ik aan het spelen ben, zeg maar. En dat is ook vaak een beetje het probleem als ik alleen dingen doe. Want ik heb... Ik pak even een voorbeeld. Ik heb nu net... Nou, die wordt opgenomen, ben ik bezig met Metal Gear Solid 3. Mm-hmm. En letterlijk, ik ben die hele serie gewoon de Koude Oorlog aan het vertellen. Oké. Okay. Dus ik zeg letterlijk niks over de serie, zowat, behalve misschien een keer poststrategie of wat dan ook. Maar voor de rest is... Dat is op zich niet heel erg. Zolang het maar ergens over gaat. Kijk, bij mij, daarom is Professor Layton wel weer heel makkelijk. Professor Layton is zo story-driven, dat ik het gewoon de hele tijd kan hebben over de story waar we mee bezig zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dat is met een... Oké, ik ga je niet raken, Dat is met Pokémon anders. Van, oh, dit doet damage. Oh, dit doet niet damage. Nee, precies. Nee, even kijken, wat is nog... Wat is al een goed voorbeeld? Ik weet niet, heb je het gehoord van Astral Chain? Die Platinum game die voor de Switch uit was? Ja, heb ik wel eens ooit van gehoord, ja. Ja, heb ik ook al opgenomen. En daar heb je heel veel enemies erin zitten. Dat is gewoon een gigantische compendium. Met gewoon mythologische namen. Dus ik vond die hele mythologie uitleggen van... Oké, waarom zijn ze ooit op die naam gekomen? Waar komt het vandaan? Dat is wel vet. Dus... Nee, maar ik moest erop komen omdat we nu ook alweer over zoveel verschillende... Wauw. Dat we het over zoveel verschillende dingen hebben. Dat ik denk van, ja, met jou zou ik zo een podcast kunnen vollullen, zeg maar. Ja. Maar dat is ook de grootste reden waarom ik nog steeds de enige ben bij TSG die voor zichzelf opneemt. Mm-hmm. Ik kan wel lullen. Het is alleen voor mij steeds moeilijker om grote series te doen. Ik zou bijvoorbeeld niet een 80 afleveringen serie meer in mijn eentje kunnen. Snap ik. Dit is echt een baan die ik nu al haat. Ja, Yoshi's Valley op N64 kloten. Ja. Dus dat, je ziet ook, omdat je zoveel kanten op hebt... Kon ze deze game niet de posities uitvolgen. Je ziet ook gewoon op de map zie je gewoon vraagtekens staan. En je ziet ook links onderin niet je positie. Mm-hmm. Dus ze hadden gewoon problemen om dit te programmeren. En toen dachten ze niet, oh, misschien is dit gewoon niet zo'n goed idee. Nee, ook het feit dat je helemaal naar het einde van de kloof moet gaan. Wat je eruit wordt gehaald. Dus ja, maar dat is met heel veel dingen zo qua oudheid. Ja. Dus ja, maar nee, dus ik ben voornamelijk, als ik nog series doe, zullen het voornamelijk wat kortere series zijn. Ik heb toen met Nando dan wel weer wat langere dingen. Puur omdat hij nog slechter dan jou was in Let's Go. Yeah. Nee, hij kreeg het voor elkaar om met Misty al dood te gaan. Ik zat zo van, het was ineens een Soul Link, het was gewoon normale... Oh ja. Yeah. Het was gewoon een Nuzlocke, maar na iedere gym deden we fight en dan mocht je bepalen van, oké, neem je een ander man's Pokémon die dingen. Ja, en of dat Misty. Ja, het is een soort van cage lock. Het heeft alleen andere namen, het rival lock, maar het cage lock je dingen killt. Ja. Mm-hmm. En een rival lock je ook nog gezien kan worden als rivals. Dus je kan elkaar of helpen, of nakken. Oké. Okay. Dus dat was een wat vriendelijke versie van een cage lock. Oké. Okay. Maar ja, hij ging dood, dus ik dacht van, fuck off, hier is je straf. Tales of Symphonia en Tales of Berseria serie. Mm. Nou ja, sindsdien vindt hij Let's Plays niet meer leuk, dus hij wil nog maar versussen doen. Is compleet te begrijpen, want versussen kan je ook gewoon makkelijker doorlullen. Ja, precies. Dus nee, ik heb echt al een hele tijd met het idee van een podcast, maar dan wil ik dus echt wel gewoon een steady podcast. Dus elke week een aflevering en... Dat is een beetje afhankelijk van wat voor een idee je voor een podcast hebt in je lengte. Denk je aan 1 uur, denk je aan 2 uur? Anderhalf uur zoiets. Ja, oké, anderhalf uur per week of per 2 weken moet nog wel lukken, ja. Ik denk echt dat als je met een groep mensen bent, zeg maar, dat je die zo hebt volgeluld. Ja, nou, het ding is niet het volgelullen, het ding is voorbereiden, doornemen editing. En het consequent houden. Ja. Want, kijk, ik weet het, TSG is de grootste grappenmaker van, ja, we hebben een voorraad van 6 miljoen. Maar... Dat vereist gewoon zoveel planning en zoveel werk van 1 à 2 personen om goed te krijgen. Er hoeft maar 1 keer gewoon iets goeds mis te gebeuren en je bent klaar. Yep. Want het klopt wel, er
zijn gewoon video's tot 24, maar het zijn allemaal Let's Play video's die ik zelf heb opgenomen. Ja. En 24 iedere dag vol, nee, het is alleen maar de dinsdag en de donderdag die tot 24 is zijn gevuld. Ja, dat is best wel makkelijk. Dat is gewoon 2 video's iedere week. Ja, nee, precies. Dan, en dan 108 video's, nou ja. Is alsnog veel. Maar als je in je eentje bent en je zet zo van, oké, ik record nou even 30 video's, ja, dan heb je zo een paar maanden wel gevuld. Ja, precies. Ja, maar dat is ook het ding wat ik altijd zeg, van ik wil het dan, de dingen waar ik het over heb, nog wel een soort van relevant houden of zo. Ja, nou, en dat probeer ik met mijn eigen commentaar, probeer ik gewoon dingen niet relevant te houden. Daarom pak ik ook dus dingen zoals de Koude Oorlog of wat dan ook erbij. Mm-hmm. Want dat maakt niet uit of het... Nee, precies. 20 jaar van tevoren is opgenomen, het is nog steeds relevant. Tenzij er opeens een nieuwe Koude Oorlog is en je zit zo van... Ja, of welke Koude Oorlog heb je het? Want we zitten nu in één. Ja, oké, dat kan ik niet voorspellen. Nee, ja, precies. Maar ja, daarom vind ik ook series of video's zoals bijvoorbeeld een Mario Kart 8 toernooi of een Mario Party of een Fortune Street naar verhouding ook beter om op te nemen, want die dingen zijn nooit out of date, want je hebt het alleen maar over verdomme Milan, die heeft nu alweer een ster gestolen. Ja, precies. Dat maakt niet uit of het 3 jaar van tevoren is opgenomen, want het is nog steeds zo, je hebt mijn fucking ster gestolen, ik wil mijn ster terug. Ja, terwijl je het toch stiekem snel over dingen hebt, zeg maar, die dan net gebeurd zijn, zeg maar. Ja, en daarom vind ik het idee van Generations ook leuk, omdat het ook een tijdcapsule is. Je weet gewoon, die dingen zijn oud, die dingen kosten tijd en het is gewoon een tijdcapsule. Want de oorspronkelijke Generations heeft nog steeds als letterlijk in de 5 minuten op haar Gangnam Style als een referentie in zitten. Lol. Dat is lang geleden. Nee, precies. Dus dat is gewoon van, ja... Het zij zo. En het belangrijkste, je moet nog gewoon plezier aan kunnen beleven. Als je gewoon commentary bezig bent en het klinkt voor geen meter en je zit zo van, ja, moet ik alweer 20 uur hier vandoor of moet ik alweer een part van 10 minuten opnemen? Ja, dan ben je al klaar. Ja, nou nu moet ik zeggen dat ik dat... Hey, je bent vierde, nice. Ja, we kunnen door. Nu moet ik zeggen dat ik dat soms wel eens heb, dat ik gewoon echt geen zin heb, maar ik denk van ja, als ik het nu niet opneem, dan komt het niet online. Ja, klopt. En als dat dan de grootste reden waarom een voorraad helpt, van, dan kan je ook gewoon zeggen van kijk, ik heb er nu zin in, nu door. Ja, precies. Ja, dat had ik bijvoorbeeld met Blazing Emerald kunnen doen, want die game vind ik echt fucking leuk om te spelen. Alleen ik dacht van ja, nee, ik heb er nu 10 opgenomen, nu wacht ik weer eventjes. Ja, oké, maar dan is het meer van je hebt er 10 opgenomen, je wacht eventjes. Nee. En voor mij, ik doe al mijn Let's Plays, is allemaal gewoon postcom. Dus ik weet gewoon, oké, de volgende video is een uur. Ja, daar heb ik nou gewoon geen zin in. Ik weet niet of ik dat zou kunnen, post-commentary. Ja, het is... Je mist de reacties wel. Ja. Dus als je leuke dingen tegenkomt of je ziet iets grappigs... Ja. En je snapt de context niet meer naar... X momenten. Mm-hmm. Dan is het soms wel moeilijk, maar het zorgt er wel voor dat alles wat beter loopt. Dat je niet... Oké, ik heb een uur opgenomen. Ik snijd het even netjes uit. Oh shit, er is maar 10 minuten van overgebleven. Ja. En voor mij is het wat idealer, want nou, zoals ik zeg, voor mij is het gewoon van, ik kan opnemen wanneer het mij best uitkomt dan wanneer niemand er is. En als ik dan gewoon weet van, oké, ik heb het opgenomen en blijft maar 10 minuten over. Ja. Als ik zo van, oké, weet je wat, fuck it, postcom. Ja. Want dat was met mijn eigen kanaal, toen... ik nog Dark Liverpool gebruikte als een Let's Play kanaal. Ja. Was dat wel een groot probleem, want dan zat ik gewoon met een paar series zo van... Ja, ik weet hoe ver ik moet, maar ik zit gewoon vast. Mm-hmm. En ik kan het op die manier wel gaan doen, maar dat kost me weer 2 uur. Ja, daardoor heb ik soms ook gewoon series gehad die gewoon 3 maanden hiëtus hadden. Ja, precies. Toch even, dat was nog wel in de tijd dat het kon. Ja. Nu kan je geen series meer beginnen... En zeg van oké, nu komt er een 3 maanden hiëtus, want dan gaan mensen niet meer kijken. Nee. Dat is wat een kutspel is dit, zeg. Ja, nee, dat noemen we gewoon oude meuk. Nee. En hier is het ding, wie het... Ze zeggen wel, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Hier is het gewoon van...
Niet zeuren over de nieuwe games. Je hebt niet de oude games gespeeld. Je weet dat het veel erger was. Ja. Iedereen, ik denk dat ik zo meteen door iedereen een rondje wordt ingehaald. Pretty much. Nou ja, ik heb wel één heel mooi voordeel nu. Lucian. Nou, dan ga ik geen donder gebruiken. Nou ja, dat mag wel als je een pick ziet draaien van Mario. Hé, waar word ik toch geraakt dan? God. Oef. Nou, ik gebruik hem wel. Ja, ik was net iets te vroeg, dus ik schoot hem af en ik werd gelijk de lighting, dus daar ging de blue shell. Ja, items kunnen ook nog gereset worden in deze, en dat maakt hem ook leuk. Dus precies wat daar gebeurde. Ja, ik krijg wel heel vaak dat ik als een ster heb, dat ik daarna weer een ster heb. Oh, wacht, ik moet hem... Ja, je bent nog niet klaar, hè? In deze game moet je hem finishen, kutzooi. Mm-hmm. Eet dat op iedereen. Ach, weinig is zometeen wel met Rainbow Rood. Dat is waar. Hoe lang zullen we daar wel niet over doen? Ik kan me best voorstellen dat hij in deze game helemaal kut is. Hoeveel kleuren zit er in een regenboog? Een 6. Nou, zo lang gaan we er straks over doen. Dus of 6 keer, of 6 minuten, of 6 uur. 6 dagen. Nou, dat denk ik niet, want dan gaat werk afvragen. Ja, waar is Milan? Ja, hij zit nog steeds vast in Rainbow Road. Ja, ja, dat snap ik wel. Ja, ik hoorde laatst nog wel een geinig verhaal van iemand. Die was met Metal Gear Solid 4 aan het spelen. Mm-hmm. En die zei ze van, ja, ik kijk deze cutscene af en dan ga ik naar werk toe. Nou, ik ga ervan uit dat jij niet heel veel weet van Metal Gear Solid. Nee. Guns of the Patriot staat bekend om zijn lange cutscenes. Ze heeft volgens mij nog steeds het Guinness World Record boek voor langste cutscene in de game. Ja. En dan was letterlijk die cutscene. Ach, wow. Dus dat was... die cutscene was volgens mij 1 uur en 10 minuten lang. What the fuck. Dus die was even laat voor werk. Ja. Ja, en op zich heb ik wel een mooie voorkeur gekregen voor zulke soort games om die te let's playen. Want het is zo van, oh ja, nu cutscene. Oké, ik kan mijn back houden. Ja, nou dat is het voordeel van Professor Layton ook. Mm. Dan heb je ook gewoon hele stukken met cutscene dat je gewoon lekker stil kan zijn. Ja, want dat vond ik op zich wel geinig. Je hebt Free Houses gedaan, je hebt het niet afgemaakt, maar je bent op zich wel aardig ver gekomen. Mm-hmm. Ik heb uiteindelijk maar een longplay van gemaakt, maar hoe ik het voor ogen zag was het gewoon als volgt. Oké, na iedere aflevering gewoon een paar support conversaties achter plakken. Nou, die support conversaties kunnen lopen tussen de 1 à 4 minuten. Mm-hmm. Nou ja, dan even de match of wat je op die dag deed gewoon even goed snijden. Dan kan je gewoon 20 minuten hebben aan een part, waarin je 10 minuten wat zegt en de rest is gewoon support. Yeah. Is het skier? Ja. Is het heel effectief gebruik maken van je tijd? Ja. Ja. En dat probeer ik ook gewoon met heel veel series nu te doen. Dat probeer, bijvoorbeeld ook met Metal Gear Solid 3. Dan probeer ik ook gewoon de part te eindigen met een cutscene. Want dan weet ik gewoon van oké, nu kan ik mijn back houden. Kan ik de cutscene gewoon uit laten lopen. En ja, dan is het precies. Oké. Ik haat deze game. Erger of minder erg dan Super Mario 64? Nee, die vind ik nog kutter. Ik wou net zeggen. Maar ja, die heb ik wel gewonnen. Godverdomme. Ja. Maar wat vind je eigenlijk van de andere N64 games? Zoals Ocarina of... Ocarina of Time had ik al een keer gespeeld. Die vind ik best leuk. Ook daar zijn de controls niet altijd even lekker, maar... Vind ik best een oké game. Shit, oh, je hebt het net niet gehaald. Nee, ik was net te laat met mijn Red Shells. Huh? Ja, dat noemen wij de random slip-out. Kan soms gebeuren wanneer je uit de bocht gaat en je duwt iets daar door. What the fuck? Goed geprogrammeerde game, hè? Nou. Ach. Ik heb wel zin om echt te karten als we met vakantie zijn. Mm-hmm. Want ik heb sinds dat ik 11 was nooit meer gekart. En nu heb ik een rijbewijs, dus ik hoop gewoon dat ik gewoon iets beter ben nu.
De laatste keer dat ik heb gekart was een personeelsfeestje van mij 2,5 jaar geleden. Okay. Nee, correctie, ik lieg. 3,5 jaar geleden. En hij was zo van, ja, joh, die rijdt achteraan. Ja? Ja, heel veel van die anderen hadden al eerder gekart en wisten hoe je moest karten. Dus minder van de tijd dat ik er zo, werd ik gewoon door iedereen ingehaald. Zelfs met laser gamen. Ik ben een lopend target. Ja, laser gamen, dat heb ik eigenlijk heel vroeger ooit een keer gedaan, maar... Alle van die dingen die... Net paintball heb ik nog nooit gedaan. Ik heb paintball gedaan ook dat ik zelf al die pallets moest gaan verzamelen. Ja. Dus al dat inkt en waar ze de spul van maken moest ik allemaal zelf verzamelen. Ja. Nou ja, dan ben je heel blij dat wanneer dat klaar is, want je zit onder de blauwe plekken. Snap ik. Ik dacht ik doe het nog op een veilige manier, maar... Zo doe ik er nog maar één, wanneer je wordt gered door Lucky 2. Nou ja, dan is het toch wat vakantie hebben. Gewoon voor een paar vragen. Ben je lang of ben je niet lang? Ik ben niet heel lang. En wat is niet heel lang? 1,80. Oké. Okay. Want? Nee, bijna iedereen van ons is 1,90. Oh, Nando ook? Nando is ook aardig groot. Ah, ja, daar ben ik zeker de kortste. Die maakt ook de grap van dat hij het niet leuk vindt dat hij soms de kleinste is. Oh, nou, daar hoeft hij nu niet meer bang voor te zijn. Nee. Maar ja, Nando is toch wel altijd de jongste? Volgens mij is Ham jongen. Oh. Dus, dan ben jij de oudste denk ik? Want jij bent ouder dan ik toch? Ja, heb je enig idee hoe oud ik nog ben? 27? Bingo. Hey, nice. Het is nu ook wel heel makkelijk omdat letterlijk mijn geboortedatum nu ook mijn leeftijd is. Hey, dat is bij mij volgend jaar. Dus ja. Het is 27. Toegeven. Ik doe dit ook al 11 jaar. Mm-hmm. Eerste half jaar in Engels, toen overgestapt naar Nederlands en toen echt met het idee van oké, ik wil gewoon ook een beetje een community eromheen hebben. Dat is ook wel erg leuk. Nog steeds niet gelukt, maar... Nou ja, je hebt wel gewoon een... zo close, ja. Nee, ja. Oh. Nee, hij was vijfde. Oh. DK was vijfde. Dus... Ik zat meer naar jou te kijken dan ik zelf had. Ja. Nee, ik zit nog steeds... Als ik denk aan de community, denk ik ongeveer 8 man. Okay. Daar denk ik een beetje aan van community, want dan heb je ook gewoon... kan je voor bijna alles wat bestaat aan games, heb je altijd genoeg man. Ja. Nou, ik zou 8 man willen hebben om van die bordspellen zoals Weerwolf van Wakkerdam en zo te kunnen doen, zeg maar. Ja, ik vind dat soort games zo leuk. Alleen ja, je moet gewoon altijd met z'n 8 zijn of meer. Ja. Ja, we spelen nu met z'n 2 Weerwolf van Wakkerdam. Ja. Ben jij het? Nee. Ben jij het? Nee. Oké, ik ben het. Oké, jongens, volgende ronde. Ja. Ja, nou precies. Nee, precies. Nee, daarom vind ik ook gewoon... nu jij er een beetje bij zit, is het op zich ook gewoon... Fijn, want met 4 man is het ook altijd gewoon, kan je ook gewoon dingen zoals Mario Kart zonder dat je zo'n raar ding ertussen krijgt. En we deden toch wel 2 tegen 2 generations? Ik heb een lijst gemaakt van dingen die we nog kunnen doen. 2 tegen 2 staat er nog wel bij om te doen. Als mogelijk idee, maar ik wil ook gewoon even kijken van wat de rest van het idee vindt. Mij lijkt 2 tegen 2 wel leuk. Weet je wat, fuck it. Ik heb een tijdje niet meer gebrainstormd tijdens een versus. 2 tegen 2 op wat voor manier? Ah, Sol Link zou ik op zich wel leuk vinden. Dus 2 tegen 2 Sol Link, oké. Je kan ook 2 tegen 2 Cage Lock doen. Maar dat is wel lastig met oudere games. Ja,
Ja, ik kan het op die manier doen. Je kan ook gewoon een hele simpele, niet soulink doen, want ik weet niet of ik hem kan overtuigen van nog een nuslok. Maar ook een simpele... Ja, maar wat wil je dan met Generations doen als je geen nuslok doet? Wil je Generations dan vanilla spelen en dan racen ofzo? Dat was oorspronkelijk de Generations opgezet, ja. Oh, oké. Okay. Ja, dat kan. Dat kan ook, hè? Dat was een idee, maar ook bijvoorbeeld als je dan een team denkt van oké, de ander moet... je gaat gezamenlijk over de finish heen, dus als eentje bij gym 1 is, dan moet je wachten tot de andere net zo ver is. Dus dat het een beetje een teamding is. Dus dat zou ik het ook zien als sterk, of een andere manier van... Toch even, dat is soms nog steeds een discussie van oké, wacht je met een gen of ga je door naar de volgende gen? Maar dat je ook zegt van Milan en ik zitten in één team, maar mooi, ik pak Charmander, maar dan mag Milan niet hetzelfde monster als mij. Dus dan moet je ook een beetje kijken van dan is het niet echt een nuslok. Maar dan is het niet zo van we mogen niet beiden de beste monster van de generatie pakken. Ja, dus ik kan niet een team dan pakken van, even kijken, wat is een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld Gen met X en Y, dat ik dan Snorlax, Tyrantrum, Charizard en Greninja pak. Ja, precies. Want dan mag jij geen Snorlax, mag jij geen Greninja, mag jij geen Charizard, die dingen. Ja, dat is een manier. Dat je de pool, ja. Ja, dan moeten we het gewoon met de rest over hebben. Het liefst zou ik gewoon een Soul Link doen, maar dat types niet uitmaken, zeg maar. Snap je? Ja, hoe wij destijds deden, dus, ja. Gewoon echt, gewoon een net, gewoon Nuzlocke regels. De eerste Pokémon die je tegenkomt in een bosje, zeg maar, dat je Pokémon is. Ja. Nee, de enige reden waarom ik nog niet heel erg enthousiast ben over Soul Link, is omdat ik aan Soul Link, dat niet de vorige generaties was, maar de generations daarvoor. Want de vorige generations was een soort van survival lock waarin je gewoon 12 monsters toegewezen kreeg en daarmee moet je maar doen. En daarvoor was de Soul Link met Harm. Aan de andere kant, toen was TSG ook nog alleen maar Harm en mij. Mm-hmm. En nu is Nando ook meer actief en begin je ook wat actiever met projecten mee te doen. Dus in dat opzicht is het dan wel een leuke callback om dat te doen. Ja, precies. Ja. Ja, en ik ben dan weer zo'n gigantische sadist om ook misschien te zeggen, fuck it, 4-way Soul Link. Dat lijkt me ook fucking vet. Eerlijk is eerlijk. Voor de fucking want dan drama. Is het gewoon, dan is het gewoon samenwerken met z'n allen. Ja. En boos worden op elkaar als iemand het verneukt. Precies. En dat zal grootste tijd zal ik dat zijn. Maar dat I take one for the team. Alleen dan doe ik wel, want dat vond ik op zich wel heel erg leuk aan Survivor. Dat je dan lifelines introduceert. Ja, dat is op zich wel leuk. Dus misschien is dat wel een goede idee. Ja, onthoud, ik weet altijd zoveel dingen voor van tevoren. Dus het is nooit zo van dat ik er nooit over nagedacht voordat ik het voorleg. Mm-hmm. Dus altijd meer van kijken, waar zijn hun mee akkoord en niet. Want dat probleem heb ik zometeen nog steeds wanneer ik als Windweker HD uitkomt. Met TPHD, dat ik nog Harm en Nando moet overtuigen om Skyward te doen in die lijst. Vinden een Skyward niet leuk? We vinden Skyward niet leuk. Dus dat wordt even een ding. Ik heb Skyward nooit gespeeld, maar... Het hoort wel een beetje bij het verhaal. En net als je gaat zeggen van ja, sorry, we doen Generations, maar we slaan Gen 5 ja, over. Ja, dat zou raar zijn. Ja, dat... Werkt niet. Oh, je staat derde. Stond derde. Ja. Dat is een groot probleem met deze. Dus ja, maar aan de ene kant, puur vanwege de chaos lijkt voorwerp me op zich wel heel gaaf. Ja. En aan de andere misschien kant... dat je ook mensen wel kan, de rest ook wel blij kan maken met dat je zeg maar toch met elkaar speelt dan. Ja. En aan de andere kant zat ik ook nog te denken aan beetje Generations met een draft idee. Dat je gewoon zo zegt van ik pak deze mon, ik pak deze mon. Shit, dan mag ik die niet meer nemen, dus dan moet je ook gewoon kijken van shit. Welke monster heb ik tot mijn beschikking? Ja. Dat je dan bijvoorbeeld de starters gewoon niet mag gebruiken. Vanaf nul, dus dan moet je kijken van dan moet ik maar Mankey pakken. Want anders heb je letterlijk geen mon voor de eerste paar parts. Ja, precies. Dus ja, er zijn genoeg ideeën.
ooit was ook het idee van Harm om alles te speedrunnen. Dus solo run, gewoon hele generations. Ja, nou, dat kan je op zich doen, maar ik weet niet of ik daar zelf vrolijk van word als we dat doen. Nee, maar dan is het toch geen generations meer. Dan kan je letterlijk één Pokémon game op een normale manier racen en dan heb je de hele generations klaar. Mm-hmm. Nee, en als je Harm de stuip op een luif wil jagen, moet je een complete dex generations doen. Nou ja, dan word ik ook niet heel vrolijk van. Nee, maar dat is ook gewoon niet te doen. Je hebt het al nu gezien met BDSP, dat zit gewoon zoveel tijd in. En het einde is nog niet echt in zicht. Nou ja, ik weet ongeveer nog wat er zou moeten komen, dus ik weet waar het einde is en hoe ik het moet bereiken. Maar ja, het duurt nog wel even. Het belangrijkste is dat mensen die de andere versies hebben gaan breeden. Ja. Nee, dus ik ben al bezig om bepaalde dingen te breeden, maar voor sommige dingen heb ik gewoon een paar andere nodig. Ja, precies. Dat vaak. Ja, en dat is ook de grootste reden waarom ik dus met de bots mogelijk dan gewoon uitstel en gewoon doe voor jouw kanaal. Mm-hmm. Nou, dat zou ik op zich best leuk vinden hoor. Nu ben ik wel net begonnen met andere series. Nee, klopt. En heel veel van die dingen hebben toch geen haast. Nee, maar ik kan het wel in mijn achterhoofd houden van oké, daar gaat een serie gaat stoppen, dan weet ik waar ik moet zijn, zeg maar. Ja. Ja, en over het algemeen heb ik gewoon, ja, eigenlijk 4 dagen in de week dat ik gewoon 's avonds gewoon redelijk kan. Ja, 2 zijn vaak overdekt door andere dingen, maar je hebt nu ook wel gezien dat soms gewoon dingen wegvallen, dus dat is wel fijn als je een plan B of plan C hebt. Daardoor heb ik met Harm ook gewoon letterlijk 2 series kunnen afmaken die in de tussentijd dat BDSP op halt was. Ja, precies. Nou, dat is wel makkelijk. Oh, zo dichtbij. Ik hit hem! Oh, wacht. Dit is nog helemaal niet de finish. Oeps. Nee. Ik zal gewoon moeten kijken. En je wordt iedere keer afgetikt op dit stuk. Fuck, ben ik jou nou aan het raken of? Ja, ik zit voor je, dus ja. Nee. En toch even, blijft altijd nog 1 ding waar ik van zo moet lachen. Wil je views, dan moet je oude video's maken. Dus dan moeten de video's al gewoon 10 jaar op YouTube staan. Ja, ja, precies. Ik moet altijd nog lachen dat de oudste generations volgens mij ondertussen 2000 of 3000 views heeft. En dat gewoon een random video van Light Platinum op mijn eigen kanaal 23.000 views heeft. Ja. Het slaat compleet nergens op. Maar ja, blijf nog steeds schijnig dat ik nog steeds Harm, Nando en ik de enige zijn die ooit een Generations van Pokémon hebben afgemaakt op YouTube. Ja. Laatst was er nog een 1 april video van iemand die ongeveer rond dezelfde tijd begon als onze eerste generations. Ja. Nou, daar had ik een hele discussie mee van nee, jullie hebben ons idee gehaald, jada jada jada. En ik zat zo van, ja jongens, kijk eens even naar datum. Ja, maar ja, het idee iedereen in ons hoofd. Ja, oké, prima. Ja, maar dat slaat dan... Dat slaat nergens op. Dus ik zat zo van, ja prima, als je dat als argument wil geven, dus ga je gang. Maar die heeft nu net een 1 april video uitgebracht. Ja. Van hoe je het zou laten eindigen. Nou ja, en dan kom je erachter dat het gewoon geen Generations was, want hun zouden stoppen bij Gen 5. Nou. Nou, in die tijd was al Gen 6 bekend. Dus ze zouden toen al niet een volledige Generations doen. Mm-hmm. Ze zouden de persoon die in laatste staan meteen in Gen 5 gooien. Nou, voor context. 2 mensen waren net bij Gym 2 van Gen 4. Eentje was aan het einde van Gym 3 en eentje zat nog in Gen 2 te kutten. Okay. Dus die van Gen 2 hadden ze gewoon in Gen 5 gecatapulteerd. Oh ja. En toen hij dat aan het uitleggen was, dacht ik zo van, ja oké, maar dan is het toch gewoon geen race meer. Nee, ik snap dat je het nog een beetje eerlijk wil maken, maar...
Dat is een beetje raar. Want dat zal een beetje hetzelfde zijn van dat zometeen Sander Odyssey haalt. En Odyssey wint. En dat Sander gezien wordt als de winnaar omdat hij de laatste game heeft gewonnen. Ja, ja, maar zo werkt het niet. Dat zou wel raar zijn, ja. Nu is die is al af, zeg maar. Maar dat heb je al gelezen. Ja, heb ik al gezien, ja. Ja. Ik heb de video's nog niet gezien, maar nee, kijkend naar de afgelopen paar parts kan ik ongeveer wel raden hoe het is gelopen. Maar ja, het zou een beetje raar zijn als het op die manier was geëindigd in plaats van dat je dingen had gedaan als die straftijd niet had gedaan. Gewoon gezegd van oké, iedereen mag door naar de volgende gen, maar het is wel een lopend iets. Ja, ja dat is, precies. Dat werkt niet. Nee. Ik haat dat stuk zo erg waar je ook niet bent gevallen. Yep. Maar net hoe mooi je voorsprong is, je verliest daar letterlijk alles. Maar ja, ik moet wel eerlijk toegeven, ik vind het wel jammer dat jullie Super Mario Galaxy 2 niet hadden kunnen doen. Ja, wij op zich ook wel, maar ik moet wel zeggen, ik was op een gegeven moment wel een beetje klaar met Mario hoor. Dus ik vond op een gegeven moment niet gaan, erg dat klaar was. Je zou met Pokémon gaan doen met 9 gens. Ja, maar dan vind ik dat veel minder erg. Want dan is elke gen wel refreshing ofzo. Ja. Dat heb ik met Mario toch een stuk minder. Al moet ik zeggen dat ik Odyssey wel heel leuk vond. Omdat ik die maar één keer had gespeeld. Maar Odyssey is ook gewoon heel leuk. Het probleem wat ik wel met Odyssey heb is... Het is wel vaak een one-and-done platformer. Ja, dat je hem één keer volledig uitspeelt. Ja, of want... Ja. Galaxy kan je nog een keer zeggen van oké, ik doe het nou in deze volgorde. Maar als je met Odyssey één keer een volgorde hebt gevonden die voor jou werkt. Ja. En dat is vaak al na de eerste keer. Mm-hmm. Dan ga je nooit meer op een andere manier spelen. Nee, precies. En omdat er 99 manen zijn, wat wel heel vet was voor de eerste keer. Blijf heel even achter me. Oké, nu kan je me proberen te halen. Ja. Godverdomme. Ja, ik haat dit stuk zo erg. Maar, wat wou ik zeggen? Oh ja, omdat er 999 manen zijn, wat ik gewoon oprecht vet vond, als je het voor de eerste keer speelt, is dat je die... Je hebt nooit meer zin om nog een keer al die 999 manen te halen. Ja. De eerste keer vond ik dat fucking leuk om te doen. Alleen nu is het echt zo van, ja, ik ga er echt... Hier, nu glij ik weer, maar er is niks in de buurt. Nee. Geen zin meer. Het is nog maar één cupje na. Het is nog maar één ronde. Ja, moeten we eerst deze halen. Ja. Verdomme. Hier, nu gelijk. Ik word er zo moe van. Ja, het is random slip-out. Dat is gewoon één van de mechanics die ze hier gewoon uit hadden moeten halen. Jammer dat we niet gewoon kunnen retryen meteen, hè. Dat je echt hem af moet maken. Ja. Ja, als één troost is, vaak zijn deze courses binnen 2 minuten klaar. Deze video wordt net zo lang als een bingo, denk ik. Ja, ik kan het argument geven dat je eigenlijk naar verhouding minder bereikt. Ik denk dat wij in deze tijd nu bijna alle dingen in Mario Kart 8 gedaan hadden kunnen hebben. 8 cups, ja. Alles? Nee. Ja. Wel veel, denk ik. Als we het hadden over de oorspronkelijke Mario Kart 8, ja, daar ben ik het met je eens. Maar met de deluxe versie, nee. Ja, maar wel veel, hoor. Wel echt veel, denk ik. Wel meer cups dan dit stuk, ja. Nee, als je mijn speedknop had laten gebruiken, had ik Pokémon Blue uitgespeeld nu. Ja? In 2 uur? Met een speed... Ja. Ik had het kunnen fixen, maar laatste moment ster op mijn kop. Nee, ik kan Gen 1 en... Als Gen 1 een beetje lekker loopt, kan ik ook Gen 2 beide binnen 2,5 uur uitspelen met een speedknop. Ja, trouwens, Gen 2 kan ik ook wel, want ik heb heel vaak Crystal Bingo gespeeld. Ja. Ja ik ken die games gewoon door en door. En het is mensen van tok, tok, klaar. Ja. 3 minuten doen we over een baan. Ja, oké.
na verloop van tijd begint gewoon Stockholm-syndroom te worden, hè? Heb ik ervan gehouden? Nee, hoor. Oké, ik neem wel mijn ding terug. Het is niet 200 cc van Mario Kart 8 Deluxe, dit is 250 cc van Mario Kart 8 Deluxe. Ja. Nee, maar wat jij had met 999 de maan om zat met Mario na 64, Sunshine, Galaxy en Odyssey. Dat had ik met één game, dat is Okami. Die game wil maar gewoon niet eindigen. Okami? Dat ken ik niet. Oh, is dat met die ene soort van wolf of zo? Ja, met die witte wolf, ja. Ja, die heb ik ooit eens in een direct gezien. Toen dacht ik nog van, oh, dat ziet er best leuk uit. De game is ook hartstikke leuk. Die wil gewoon niet eindigen. Oké. Okay. Het heeft letterlijk drie arcs. Dus in die tijd dat je Okami speelt, kan je 64 of Sunshine en Galaxy gerust spelen. Oké. Okay. Doe je die ook voor op het kanaal? Oh, dat staat al een longplay op het kanaal op. Ah. Als ik longplay? Ja, als ik weet dat ik er geen commentaar op kan doen, plak ik gewoon heel veel parts achter elkaar en dan maak ik een longplay van. Dat is niks meer dan, Jordi gaat gewoon niet lullen. Hier heb je een 12 uur video, veel plezier ermee. Godverdomme, op het kutmoment zeg. Go Jordi. Ik werk niet goed onder pressure, dit moet je niet doen. Ja. Go Milan. Toch even zo fucking leugen, ik ben een van de weinigen momenteel in mijn werkteam die nog een beetje kan lullen op sommige punten. Dus als er zware druk is, nog gedaan kan worden, ja. Zorg er nu wel voor dat ik naar een ander werk begin te kijken. Ja? Ja, oh. Want, nou, het zijn meerdere factoren, maar ook één factor is, als jij naar werk gaat, hè? Ja. Heb je dan directe collega's waar je gewoon meteen mee kan praten? Ja. Ja. Als ik naar kantoor ga, ik heb letterlijk niemand. Er is niemand. Iedereen van mijn team is dat ik buitenland. Oh ja, dat is wel echt. Dat lijkt me wel vervelend, man. Dus er is gewoon niemand. Ik heb ook... Shit, vijfde. Ja, ik heb ook collega's waar ik mee praat buiten mijn werk. Ja, en dat heb ik totaal niet. Want er is gewoon geen klik met heel veel van die mensen. En naast wat andere dingen wat ik gewoon van het werk vind. Zit ik zo van, ja... Toch even ergens anders kijken. Ja. Ik heb er 2 jaar gezeten en ik heb letterlijk sommige dingen van hun zo... Nou ja. Je hoort wel van dingen van, oké, je hebt het dubbel verbeterd. Nou, ik heb met sommige dingen het gewoon 30 keer verbeterd. Ja. Dus sommige processen zijn nu zoveel sneller geworden. Ik zit van, ja, jongens... krijg ik nog een ietsje van erkenning voor? Of... Maar vraag je er ook om? Want op dat soort dingen moet je wel vragen. Dat je om erkenning vraagt voor die dingen, of dat... Nou, als je met erkenning ook een beetje bedoelt, zeg maar, dat je er ook gewoon geld voor krijgt, zeg maar. Nou, geld maakt me niet uit, maar tenminste een goed gedaan of wat dan ook. Ja, nee, oké, daar moet je niet om moeten vragen, nee. Daar zou ik niet om moeten vragen, nee, dat zou gewoon uit een zelf moeten komen. Dus ik zat zo van... Nee, ik bedoelde meer van, kijk, als je opslag wil omdat je iets zo goed verbeterd hebt, wat een hele goede reden is om daarom te vragen... Dat gaan ze niet zomaar geven. Dat nee, niet ik... vragen ze. Voor mij is het ergste van, ik hoef niet eens te vragen om een promotie. Ik doe mijn werk gewoon prima. En dus, ja. Meer in de van tijd, gewoon die procentuele stijging er tegen. Maar het is nu wel zo erg van, tenzij je een extra nulletje achter mijn salaris plakt, kan ik het niet meer volhouden in het project. Zo erg is het wel geworden. Heb je dat ook uitgesproken? Oh, meerdere keren. En in ieder geval tijd krijg ik als opmerking terug van ja, dan zit ik met letterlijk 3 lagen van management gewoon te praten en dan zegt mijn directe manager, ja Jordi heeft heel veel geduld ervoor gehad, een mindere persoon was al weg geweest en dan gebeurt er verder niks. En dan zit ik zo van, ja, mooi, we zijn 3 maanden verder, is nog wat gebeurd? Nee? Ja. Oké. Dan heb je zo ook oplossingen aangedragen. Ik heb gezegd van oké, ik wil mensen best opleiden om verder te komen. Dat ik verder naar een betere afdeling kan gaan, maar dat je tenminste geen kwaliteitsverlies hebt. Niks meer gedaan.
Ik heb voorgesteld van, oké, geef me dan gewoon dan deze rol. Hadden ze me willen geven, konden ze niet. Omdat ik de enige ben die sommige dingen kan doen. Ook al staan het ding uitgelegd in procesdocumentatie. Ja, maar als je weggaat, dan ben je er ook niet meer om die dingen te doen. Precies, dus ik dacht van, ja, oké, dat kan gereden zijn. Ja, sorry, maar het kan gewoon niet. Dus van, ja. Ja, dank je. Maar het zijn gewoon een opstapeling van meerdere dingen waarvan ik gewoon denk van, ja jongens... Wat verwachten jullie nog van mij? Ja. Want het is voor mij gewoon... See. Sommige dingen niet meer te doen. Zo zie je maar, als ik depressief ben en depressief ding val, dan gaat het goed. Ja. Dus ja, dus ik... morgen heb ik sollicitatiegesprek ergens anders. Oh echt? Ja. Oh, succes. Het ding is niet van, ik kom niet makkelijk aan de baan. Het is meer zo van... mensen willen me vaak niet hebben vanwege de ervaring. Omdat je de ervaring niet hebt? Ervaring niet heb, dat ik soms te jong ben voor sommige dingen. Oké, maar hoe lang zit je nu in het bedrijf waar je nu zit dan? 2 jaar. Oh, oké, ja. Al half jaar gewerkt voor consultancy. En ik heb letterlijk 4 grote bedrijfsprojecten gedaan als afstuderen en stage. Maar dan rekenen mensen vaak gewoon niet mee. Dat is wel heftig dat ze daar niet mee rekenen. Ja. Terwijl ik sommige dingen ook letterlijk voor, laat ik het zo zeggen, niet voor een klein MKB'tje heb gedaan. Nee. Dus ja, dat is soms een beetje een discussiepunt. Nou Milan, het duurde even, maar... We zijn er. We zijn bij het einde. Ik hoor geen geluid. Nee, wil je het mooiste weten van deze Rainbow Road? Nee. Omdat er zoveel dingen gebeuren in de achtergrond en het zo zwaar was voor de N64. Ja. Yeah. Zit er geen game audio op deze track. Wat? Wat? Hoe kan dat? Nou, heel makkelijk. Zit gewoon geen game audio op deze track. Maar die was wel gemaakt. Volgens mij wel. En volgens mij kan je, als je voor mij gaat zoeken op YouTube naar de recording of... Ergens deze week intikt in Mario Kart 64 Rainbow Road. Zou je waarschijnlijk wel iets vinden, maar... Ja, want ze zullen toch ook bij de remakes de originele hebben gerefurbished, zeg maar. Ja. Ik weet niet meer zeker, maar volgens mij in singleplayer is er wel muziek, maar volgens mij in multiplayer niet. Of dit is er voor beide niet, maar... Het kan een tijd geleden zijn dat... Voor mij een tijd geleden ik al deze informatie nog direct voorhanden had liggen. Ik moet wel zeggen... Bij elke baan is er weer iets anders wat ik denk van, hoe kunnen ze dit maken, zeg maar. Nu ook weer, zo'n change-om die dan in het, op het veld is. Wat op zich best grappig is, alleen die zie je niet aankomen, zeg maar. Die is er opeens. Je kan er nooit omheen. Je kan er nooit op reageren. Nee, het is weer een probleem van render distance, hè. Ja. Alleen ik dacht dat dit helemaal een open baan zou zijn, zeg maar. Maar hij is helemaal gesloten, dus dan heb je hem sowieso in 1 keer. Nou, dankjewel voor de jinx. Oh, nu hoor ik wel muziek. Ja, zie je, het werkt, maar het werkt half. Zo. Nou. Oh! Je kan toch wel vallen. Wojo! Nee, je moet helemaal terug naar aarde vallen. Kom op, Milan, je was er nog niet terug. Kom op. In dit geval me ook op van deze versie. Toch even, dat hadden we al veel eerder kunnen merken. Maar bananen en al die dingen blijven zo verdomd lang liggen. Mm-hmm. Het enige wat ik wel voordelig vind aan de bananen in deze game... is dat je nog een klein beetje kan richten waar je naartoe glijdt. Dit is niet instant glijden, zeg maar. Ja. Peach, ik neem je zo weer terug naar het kasteel, maar gewoon achter me blijven. Nu weet je ook waarom Peach iedere keer wordt ontvoerd. Ja. Ze blijft Bowser inhalen in Mario Kart.
Zo, huppakee, we zijn van haar even af. Nice. Je hebt hem gesaved. Over de grote eromheen. Jezus, wat is deze baan lang, zeg. Ja, dit is een zeer lange baan. Het is bijna 2 minuten per rondje. What the fuck? Is deze baan niet geremaked dat je maar 1 keer 1 rondje hoeft? Is dat niet deze baan? Volgens mij is het deze baan, ja. In Mario Kart 8 Deluxe heb je 2 Rainbow Roads. De Rainbow Station en... Je hebt meerdere, want je hebt ook nog die van de SNES. Ja. Typisch, hè. Ik schiet een green shell af en hij lanceert direct in mijn gezicht. Ook gewoon geen twijfel, ook gewoon geen moment van... Zal ik het wel of niet doen? Nee, het is gewoon direct bam in je gezicht. Ja, was te verwachten. Ik deed zo mooi iedere keer, maar eens knal ik tegen een Chainchomp aan. Daarvoor bewaarde ik heel eventjes mijn blitz. Ja, dank je. Ben ik nou nog niet bij? Hoe kan ik zo... Oh ja, omdat ik gevallen was straks natuurlijk zo ver achter. Ja. Ik haal letterlijk green shells in. Dat is wel knap. Tuurlijk, weer op de hoek opeens zo'n change on. Ja, en red shells werken hier gewoon niet meer. Want ze knallen direct tegen de reling aan. Oké, de Peach me inhaalt is nog 1 ding, maar Mario, jij mag me niet inhalen. Sterf, zie je? Red shells doen niks. Echt raar. Het had ook niet veel verschil hoor. Die case had ik om mijn reet. Gelukkig, want anders zou het echt kut zijn, want we hadden nog ruim 6 minuten opnieuw moeten doen. Al 6 minuten, hè. Ja, die derde ronde was een drama. Jee, dat was hem! Zo, deze cup duurde lang. Ja, en dit was, heel Mario Kart 64. Ja. We hebben er toch mooi ruim 2 uur over gedaan. Ja. Hey, toch 3rd geworden. Ja, dat is zeer nice. Geen idee. Dat weet niemand. Maar toch in 3 van de 4 cups toch ergens op het podium gestaan. Precies. En dat is belangrijk. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze video. Als je nou een leuke video vindt, doe dan een duimpje omhoog. Ga zeker even naar het kanaal van Jordi. Die staat in de beschrijving. Daar ben ik ook regelmatig te vinden. En dan zie ik je graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Adios, amigos.